Welkom, aflevering 111 van Comic Talk NL en de laatste van het jaar. Tegenover me niemand minder dan de meda-vriend. Hey, Menaar. Hey, Jeroen. Tegenover mij natuurlijk de grote Jeroen. Je kent hem van de gigantisch succesvolle crossover met Bammer de Bam deze laatste weken van december. Zie onze YouTube en de YouTube van Bammer de Bam natuurlijk. Ja, en dan kom je natuurlijk wel even, we zaten een beetje in een rare dubio, want... ik heb eigenlijk mijn kruid al een beetje verschoten. Ja. En het gekke is, het kruid wat ik verschoten heb, dat is iets anders dan het kruid wat ik hier ga verschieten. Want we gaan het vandaag hebben over Best Of. Ja, het beste van 2023. We hebben allebei nog een aantal lijstjes gemaakt. Ja. En een heleboel luisteraars hebben hun lijsten ingezonden. En die komen op het eind van de aflevering. Dus een hele goed gevulde aflevering om je jaar knallend uit te gaan als je net als ik in Amsterdam gewoon geen vuurwerk mag afsteken. we hebben een hele hoop. En voordat de mensen in de comments gaan roepen van ja, maar wacht even, jouw top 10 graphic novels was iets anders bij Bammer de Bam X Comic Talk NL. Dat klopt, want ik heb wat nieuwe dingen gelezen. Oh, kijk, wat goed. En ik was er één vergeten, dus het was echt een dingetje met Kill Your Darlings. Zal ik aftrappen met haar? Ja, trap jij maar af. Ken hem? Ja, daar heb jij maanden geleden al een keer over gesproken. Ik moet hem zelf nog steeds lezen, maar het klonk goed. Vertel. Dit is echt Sammy Harkam, ik had nog nooit ervan gehoord. Zijn tekenstijl is bijzonder te noemen. Ja. Het is ook niet alledaags. Waarom het dit aanspreekt? Simpele reden, dit speelt zich af in Los Angeles in de jaren 70. LA is na Amsterdam mijn favoriete stad waar ik... als ik mazzel heb, een paar keer per jaar verblijf. In ieder geval één keer per jaar. Dit is zo'n mooie sfeertekening. Het heeft iets van... Ik moest hem vorige week omschrijven aan iemand. En toen zei ik, dit is ongeveer als Quentin Tarantino een film maakt zonder geweld. Oh, dus heel veel snappy dialogen. Snappy dialogen. Het gaat over een filmmaker die maar niet wil doorbreken. Hij wil grote films regisseuren, maar hij is een editor... Hij kut dus de filmscènes en plakt ze achter elkaar. Doet hij heel goed, maar hij komt maar niet in zijn grote break. Hij heeft een vrouw en een kind. Dat gaat helemaal mis. Maar zonder geweld, zonder actie, slice of life. Blood of the Virgin is echt een fantastisch boek. Al zeg ik het zelf. En dat was mijn nummer 10. Mijn nummer 9 is eigenlijk geen graphic novel, maar toch ook weer wel. Met graphic novels zoek ik eigenlijk... comics die speciaal als graphic novel gebied zijn uitgekomen en niet als losse deeltjes. Heb ik niet helemaal aan gehouden dit keer, want deze staat erin. Oh ja, ja. Ik moet de spot verliezen, sorry. Indigo Children. Ik was van Indigo Children, was ik al gek toen de losse comics uitkwam. En ik kan je vertellen, ik heb deze van mij daar gehad als kerstgeschenk, kerst-Sinterklaas geschenk. Hij wordt alleen maar beter als je hem helemaal leest. Ik vind dit echt, dit is een HBO of Netflix serie waiting to happen. Ik vind dit echt tekenstijl, schrijfstijl. Het is een beetje The Boys. Het is een beetje superhelden. Het is een beetje trillen. Het is eigenlijk alles. En ja, ik vind de kleurenstijl die gebruikt wordt. Ja, ja, heel mooi beperkt palet. Heel vet. En dit soort pagina's, ik word daar heel erg blij van. Dus zoek jij een goede thriller, anno 2023, dan moet je deze checken. Op nummer... 9 staat hij. En op nummer 10 een hele bijzondere. Want dat is een manga. Nummer 10? Nummer 7. Ja. 8. Ik raak helemaal in de war. Sorry, voor mij is het ook het einde van het jaar. Ja, ja, ja. Op nummer 8 dus. Hele bijzondere. Een manga. Oh ja. Drukkel. Drukkel. Midnight Children. Getekend door en geschreven door Shinichi Sakamoto. Het is gebaseerd op Bram Stoker's Dracula. Nou, ik ben geen groot manga-fan. Ik vind sommige manga vind ik heel tof. Maar dat ik deze in mijn handen kreeg, Ray die raad hem aan. Ik vond hem echt... Dit is zo verschrikkelijk mooi getekend. Ja, zo. En het is een... kijk, dit soort dingen. Zo, ja. Het ziet er heel goed uit, inderdaad. Het is horror... Zoals horror eruit moet zien. En het geeft een hele leuke twist op een heel bekend verhaal. Dus Dracul. De andere, dat is ook een favorietje van jou. Misschien staat hij ook wel bij mij, bij jou erin. Ja, ja, spoilers. Maar inderdaad, zeker. Ja.
Guardian of Fukushima. Ik weet nog dat we dit kregen als Free Comic Book Day. Boekje. En dat ik dit las. Ik wauw. En daardoor duurde het dik een jaar voordat die daadwerkelijk uitkwam. Ik las deze. En ik was gelijk vertrokken. Het gaat over een man die achterblijft nadat de tsunami is geweest. Die de kerncentrale in Fukushima zo hard raakte. Dat er radioactief materiaal lekte. Iedereen werd geëvacueerd. En die man die zegt, ja maar what about the animals? En die gaat voor de dieren zorgen. Het is een waar gebeurd verhaal. Het wordt uitgegeven door Tokyo Pop. En dat vond ik een heel bijzondere. Want Tokyo Pop kennen we normaal van manga. En dit is alles maar een manga. Toch? Ja, maar het is wel, de tekenstijl doet wel manga-achtig aan. Manganesk. Ja. Ik vind het niet helemaal manga. Nee, het is Europees en Oosters eigenlijk, ja. Dus, en het gaat natuurlijk wel over Japan, dus de link met manga is er zeker wel, maar ja. In dit soort platen. Ja, echt prachtig. Heel, ja. Mooi, heel mooi kleurwerk ook. Waanzinnig, waanzinnig tof. Nummer 6. En ik heb best wel moeite gehad, want ik heb het allemaal op volgorde gelegd van wat ik heel goed vond. Bad Karma. Yeah. En jij vertelde me heel... Ik dacht dat dit een original graphic novel was. Maar jij vertelde in de uitzending een paar weken geleden dat dit een... Van Panel Syndicate. Dan kun je een pay what you want per deeltje. Dus het is uitgegeven in, uit mijn hoofd, acht losse delen destijds. Online. En je kan nog steeds dus pay what you want. Dus je kan €0 doen per deeltje of wat je ook wilt. Maar deze hardcover is wel gewoon het beste. Het is een dikke. Ja. En nogmaals, de klare lijn die hier gebruikt wordt, ook bijna Europeaans weer. Ja. Maar het verhaal is 100%, 100% comic. Er wordt heel goede panelindeling wordt er gedaan. Het verhaal gaat over twee afgekeurde soldaten. Die allemaal dingen meemaken en die nu niet hele eerlijke jobs doen. Wat ik hier vooral heel tof van vind, is dat het zo lekker doorliep. Er was geen overbodige tekst. Het is gewoon bam in your face. Dit is het verhaal. En het blijkt op het einde een hele goede thriller te zijn. En de beats die gebruikt worden, die zijn echt, zoals je hem van een hele goede thrillerfilm kent. Of een serie. Dat is echt dus Bad Karma. Hij is niet goedkoop. Hij is 3 tientjes. Tenminste bij CIA. En, maar wel zeker de moeite waard voor zo'n pak papier. Zeker. Nummer 5. Superman, The Harvest of Youth. En daar heb ik een poep voor gekregen, jongen. Ja? Ja. Cinna Grace doet dat. En Cinna Grace is natuurlijk een LGBTQ artist, tekenaar. Wat is hij nu meer? Schrijver. Dus dit is gemaakt voor young adults. Ja. Maar dit is zo'n toffe manier om het Superman origin verhaal plus. Dus je ziet niet dat hij op aarde komt, maar hoe die in Smallville is geweest. Dit is origineel, het is tof, het is heel lichtvoetig getekend. Niet echt briljant, maar het verhaal neemt je echt helemaal mee. Het is gewoon weer heel duidelijk Superman. Ja. En het gaat over dingen die vooral jonge mensen aanspreken. Maar mij dus ook. Het gaat over zelfmoord. Het gaat over familie, vrienden. Ik vond hem heel erg tof. Ja, ik vond hem ook heel goed. Hij is net niet in mijn top 10 beland. Ik zou hem in mijn lijstje zou hij op 11 of 12 komen. Maar ik vond het het beste van Superman van dit jaar. En waarom deze hoog staat ook. Ik heb helemaal niks met Superman. Ik vond John Byrne Superman vond ik helemaal fantastisch. En daarna probeer ik elke keer Superman. En Superman is echt zo'n comic die ik dan de hele tijd lees. En daarna denk ik van ja, waarom lees ik dit ook? En daar stop ik er weer bij. Ja. Dus, en dat dan een Superman serie mij zo weet te raken. Dit was de grote verrassing van het jaar. Een New York Love Story, of liever not a New York Love Story. Door Fair Square uitgebracht. Het is van origine is het een Duitse graphic novel. Die volgens mij buiten Duitsland nog niet is uitgegeven, maar hou me dat ten goede. En ik heb straks ook nog een comic. Alles wat je hierover zegt, over het verhaal, is gewoon te veel. Oh, zo. Het gaat over een man die zijn vrouw is verloren. Of is dat zo? En meer zeg ik er echt niet over. Het speelt zich af in de backdrop met New York. Het is een artwork. Hetzelfde met Indigo Children. De kleuren spelen hier zo belangrijke rol in.
Nou ja. Het leuke is, ik heb hem dus bij, ook in mijn favoriete top 10 bij Bam de Bam X Comic Talk NL heb ik hem gedaan. En we hebben er 3 bestellingen hebben we erdoor gekregen. Kijk. Dus ik kan deze echt aanraden. Dan zijn we gekomen bij de laatste 3. Tenminste, als ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, doe dat 2, 4, 6, 7. Ja, bij de laatste 3. Het gaat heel erg snel. Ja, en dit is een voor vaste luisteraars een 1-2'tje. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja. Ik dacht dat dit op nummer 2 zou komen. Best graphic novel. Maar mijn nummer 1, nummer 2, dacht ik dat die op nummer 1 zou komen. En mijn nummer 1 is een comic die ik vorige week heb gelezen. Dus die is splinternieuw. Ja. Graphic novel. Wat ik hier heel mooi aan vind. Stan Lee wordt overal waar die komt, wordt hij bewierookt. Ja, hij deed wel gekke dingen en dat was misschien niet helemaal eerlijk, maar het was zo'n lieve man. Het was zo'n topper. Nou, toen kregen we dat stukje propaganda op Disney Plus, kregen we nog bij, wat echt om te kotsen was, zo slecht. Maar ik ken ook mensen die hem heel leuk vonden. En Tom Scioli heeft een heel tof boek een paar jaar geschreven over Jack Kirby. En dat was een heel tof boek, maar van één kant belicht. En nu belicht hij het vanuit Stan Lee's kant. En met alle fratten die er zijn, hij gaat niks uit de weg. Het is, je ziet Stan Lee op zijn hoogtepunten en zijn dieptepunten. Hij wordt niet neergezet als onnozel man, maar hele slimme businessman, maar ook als mens. En dit is een van de weinige comics die mij een traantje over mijn wangen deed lopen. De eindscène hiervan, die is, ja, ik laat hem niet zien, maar die heeft een impact gehad. Ik vond hem heel erg mooi. Ik heb hem vaker aan mensen aangeboden en de reacties waren wisselend. Mensen trekken vooral de tekenstijl niet. Oh, nou, ik vind de tekenstijl sowieso heel tof van Tom Scioli. Dus... Ja, maar het is, en er staat echt een gigantische lap met tekst staan er altijd in. Ja, zo. Ah, het is zo'n verschrikkelijk mooi en ik ga je de opening even laten zien. Oh ja. Dit is Stan Lee die zich voorstelt. En elke keer is een andere Stan Lee. En ja, en daar gaat het boek over. De vele gezichten van Stan Lee. Ik heb het met veel plezier gelezen. Dan de nummer 2 die eigenlijk op nummer 1 had zouden. Hier was ik blown away van. Oh ja. Last on his feet. Prachtig. Dit is een... best te omschrijven als een dichtbundel. / comic journalism. / social commentary. / graphic novel. / kunstwerk. Zo. Het gaat over, Jack Johnson. Een zwarte bokser die in het begin van de eeuw. Begin van de vorige eeuw, was 1900 natuurlijk. 1915. Grote furoren maakte. Maar in die tijd was er geen mixed race boxing. Dus iedereen die moest tegen zijn eigen ras boksen. Hij was zo verschrikkelijk goed, dat ook al was je kampioen, een blank kampioen, hadden ze zoiets van, ja, je bent geen kampioen, want je hebt Jack Johnson niet verslagen. Dat gaat dus gebeuren, dat wordt de Battle of the Century genoemd. Yusuf Daoudi heeft hem getekend. En in plaats van geschreven staat er Poetics bij Adrian Macheka. En dat is dit. Dit is een. Het wordt. Zijn levensverhaal van Jack Johnson wordt verteld tussen de rondes door. En dan krijg je. Ja, dan krijg je dit soort dingen. Zo. En het gaat ook over hoe hij. Hoe hij als een zwarte bokser. Zich staande weet te houden. En ook weer dat hij zijn vrouw slaat, staat er ook gewoon in. Dat hij later te lage wal is geraakt. En tegelijkertijd, tussen de hoofdstukken van zijn leven door, komen dit soort stukken over de eigenlijke bokswedstrijd. Het toffe met dit boek is, ten eerste dat het echt iets compleet nieuws is. Is dat je, dit leent zich zo voor een deep dive. Ik heb echt avonden, heb ik filmpjes uit 1917 of 1932, heb ik gekeken over die Jack Johnson. Dus als je 1 graphic novel dit jaar, 2 graphic novels dit jaar koopt, 3 graphic novels, koop Stan Lee, koop deze en koop mijn nummer 1. Want mijn nummer 1, ik heb niet vaak dat ik comics lees van een team waar ik fan van ben en dat ze me weten te verbazen. En ik heb Ed Brubaker,
Sean Phillips. Hun nieuwste meesterwerk. Ja. Where the Body Was. Heb je hem al gelezen? Ik ben halverwege. Ik ga hem vandaag uitlezen. Dit is zo freaking goed. Ja. Reckless boeken zijn we fan van. Ja. Zijn allerlaatste boek, kan me de naam nog ineens herinneren. Night Fever. Ja, dat vond ik een minder geslaagd tussendoortje. Nou, daar ben ik niet mee eens. Daar kom ik later ja, op terug. Ja, ik vond het een. Hij kon zeker niet in de schaduw van Reacher staan. Of Reacher. Reacher, Amazon televisie. Van Reckless staan. Ja. Maar ze zijn hier weer helemaal terug in. En jij hebt hem nu niet gelezen. Ik wil nu alles spoiler-free. Dus ik laat het niet zien. Maar hoe alles hier bij elkaar komt, is zo verschrikkelijk tof gemaakt. Weer de vormgeving, weer de panel layout. Ik zal daar niet een. De eerste helft is veilig. Ja, dit heb ik gelezen, inderdaad. De kleuren die weer heel door zijn zoon, Jacob. Het gaat over een man die zich voordoet als politieagent, maar die geen politieagent is. En daardoor maar in een low jobie in een drankenhandel heeft. En daardoor in de problemen komt. En hoe zijn buurt daarmee te maken heeft. En het einde is echt zoiets van. Oh, ja. Oh, wow, wat goed. Dit is dit fantastisch. Ik vond dit echt. Kwam het stip binnen op nummer 1. Zo. Ja, ik baal een beetje dat ik hem nog niet helemaal heb gelezen. Maar hij kwam natuurlijk, 2 weken terug uit. Dus. Maar ja. Ik geloof je op je woord dat het je nummer 1 is. Want de eerste helft is in ieder geval als vanouds fantastisch. Dus mee daar, verbaas me. Ja. Even kijken. Ik zal even. Op mijn nummer 10 is een nieuw boek van Nancy Peña. Wie kent haar niet? The Cat from the Kimono, uitgegeven door Humanoids. Ook echt net uit. En het gaat over een soort magische kimono. Met een kattenprint. En een van de katten die ontsnapt uit die kimono. En vervolgens is het natuurlijk de bedoeling dat hij wel terugkomt. En maken we eigenlijk een hele bizarre reis mee. Met die kat, waarin zelfs Sherlock Holmes en zijn kameraad Watson voorbij komen. Heel, heel bizar, maar wel echt ontzettend tof. Zwart-wit getekend met af en toe wat rood. En je gaat door het oude Japan heen, maar ook door het oude Engeland, met vandaar ook Sherlock Holmes. Wat zeg je? Wij zijn een paar kleurenlikkers, hè? Ja, ja. Ja, het is niet de enige bijna zwart-witte graphic novel in mijn lijst. Maar dit, ja, ik vond dit een hele. Toen u in de preview stond, dacht ik, interessant. En nu ik hem heb gelezen, dacht ik, ja, dit is een hele bijzondere. Ga jij vreemd? Nee. Nee. Maar ik. Deze nieuwe zie jij gekocht. Nee, klopt. daar ging wat mis. Maar ik wilde hem wel per se voor de lijst. Doe ik ook wel eens. Dus ik moest een beetje vreemd gaan. Sorry, Charles. Jouw reactie was timeless. Nee. Dan op nummer 9. Ook Bad Karma. Ja. Jij hebt eigenlijk alles al gezegd wat ik wilde zeggen. We hebben natuurlijk ook besproken bij de vorige aflevering. Maar dit is gewoon echt top. Als je van een goede actiefilm of een goede thrillerfilm houdt. Dan dit moet je gewoon kopen. En ik vind $30 voor zo'n goed en dik boek, vind ik een goede prijs, eerlijk gezegd. Hey, maar daar, ik heb wel een vraag aan je. Ja. Want dat verbaasde me al een beetje met Where the Body Was. En ik weet het ook met Bad Karma. Waarvoor lees jij geen comics, dit soort comics, niet in één ruk uit? In het geval van Where the Body Was, was ik vandaag in begonnen. Ah, en toen moesten we dit opnemen. En ik ga natuurlijk niet tegen jou zeggen van Jeroen, geef me nog even een uurtje. Ik zou het doen. Sorry, ik had je helemaal gelijk gegeven. Ja. Nee, maar het valt me op dat jij wel vaker graphic novels gewoon in delen leest. Terwijl ik probeer altijd, als ik rond een uurtje of 10 's avonds, zet ik een mooi plaatje op.
En dan heb ik echt 2 uur tijd om, om gewoon te lezen. En dan komt volgens mij de impact is veel hoger. Nee, ja, absoluut. Dat is ook mijn streven, maar soms lukt het niet, helaas. Waar het wel bij is gelukt. Brugje. Nummer 8, Monica. De nieuwste van Daniel Close. Je weet wel, van Ghost World. En Art School en een heleboel andere, hoe zeg je dat? Arthouse klassiekers of independent comic klassiekers. En zijn nieuwste werk gaat over een jonge dame die op zoek is naar haar moeder. En die moeder die is vermoedelijk betrokken bij een sekte. Nou ja, eigenlijk aan de hand van deze eerste pagina's heb je al bewijs dat inderdaad er is een sekte bij betrokken. Geweldig getekend. Super fascinerend onderwerp. Ik heb zelf gelukkig weinig ervaring met sectes. Oh, ik wil gaan vertellen. Ik ben namelijk ook opgegroeid in de sekte. Nee, maar ik vond het... De hoofdpersoon, Monica, is zelf, een redelijk normaal persoon. Die is niet betrokken bij een sekte. Maar die wil gewoon weten, wat is er met mijn moeder gebeurd? Hoe zit dat met die sekte? Leeft mijn moeder nog? Wie is mijn moeder nog? Dat maakt het gewoon super fascinerend. En op zijn tijd heel verdrietig en ook heel creepy. Want het is, sektes. Lees het maar. Ik heb hem besteld, maar hij is op een of andere manier nog niet binnengekomen. Dat is balen. Even kijken, wat ook balen is. Weer een, is mijn nummer 7 is Night Fever van Brubaker en Sean Phillips. Ja? Ik heb hem niet. Maar had ik even moeten zeggen, dan had ik hem gehaald. Ah. Maar ik, volgens mij heb ik hem in de kerstvakantie in het archief bij mijn stiefvader op zolder geplaatst. Maar ik vond dit juist een heel tof graphic novel van Brubaker en Phillips. Omdat het even een uitstapje is naar Reckless. Reckless is supergoed. Maar wel, dat waren 4, 5 boeken binnen hetzelfde genre met dezelfde hoofdpersoon. En dit was echt compleet anders. Ik had het wel eigenlijk een beetje... nodig klinkt wel heel dramatisch. Maar ik was aangenaam verrast van eventjes iets anders. Ja, mijn probleem met Night Fever was, Brubaker maakt echt de meest briljante verhalen over, niemand is goed in die verhalen. Er is die morele lijn, zo van goed, slecht, die is er bijna nooit. En zelfs de meest onsympathieke karakters in Brubaker, ik ga weer de Quentin Tarantino vergelijking maken. Daar komen ook een hele hoop karakters in die ambiguous zijn. Dat je denkt van, dit kan eigenlijk niet, maar heeft wel iets heel sympathieks. Ja. En dat heb ik met Where the Body Was. En dat heb ik met Reckless. En dat heb ik met zijn de vorige Criminal. Was daar een heel goed voorbeeld van. Zo. En hier vond ik gewoon iedereen een eikel. ik had het probleem iets minder. Maar ik snap zeker wel wat je bedoelt. Maar ik vond het erg tof. Dan heb ik op... Ik zit heel even te kijken op mijn lijst. Op nummer 6. Ook een titel waar jij weinig mee kon. Maar ik kon er heel veel mee. Parasocial. Nee, dat is vreselijk. De kaft is het minst van dit boek. Toen ik hem al in de preview zag staan, dacht ik van, weet ik niet. Maar als je de naam Alex DiCampi, dezelfde schrijver als, Bad Karma. Dracula, MFF, FMFR. Dat ook. En Erica Henderson. Dan denk ik, ik moet hem hebben. Het is eigenlijk Misery, maar dan op zijn 2023's. Dat was, ga je gang. En wat Erica Henderson hier doet met kleur en soms het gebrek daaraan, vind ik echt gewoon fantastisch. Er wordt ook heel veel muziek ingebruikt. Dus je zou deze graphic novel zelfs met een soundtrack kunnen beluisteren. Ik vond dit gewoon echt visueel echt fantastisch. En een verhaal wat gewoon lekker leest. Nee, het vindt niet het wiel opnieuw uit. Maar de uitvoering is, uitmuntend. Oké. Okay. Dus
Misschien moet je hem nog een keer lezen. Of misschien nou, is het gewoon. Ik vond het zo simpeltjes. Het is precies zoals je zei. Het is Misery. Maar ook echt dezelfde story beats. Dezelfde ding. Ik geef je kleurgebruik. En dan komen we weer. Is echt fantastisch. En ook dat ze uitlegt dat ze voor elke mood verschillende kleuren heeft gebruikt. Wat ze in de voorwoord of nawoord. Nawoord. Beschrijft. Oh, super interessant. Ik vind het verhaal zo niet interessant. Ik had dat ik die blurb las in de previews. Over een filmster op zijn retour. Die dan cons afloopt. Voor veel geld handtekeningen. Komt een fan tegen en daarna gaat het mis. Daar had ik iets heel erg tofs mee verwacht. En ik had de mystery had ik verwacht van Stephen King. De film, boek natuurlijk. Maar het was, ik zeker voor Henderson. Ik vond het te makkelijk. Ik vond er helemaal niks origineel zitten. Maar ja, jouw top 10. Ja, ik vond het fantastisch. En inderdaad, wat je aansnijdt. Er zitten twee nawoorden in. De schrijver en de tekenaar. En die vond ik ook allebei heel interessant. Die Campy, de schrijver, die gaat wel flink tekeer tegen C.B. Sobulski, editor-in-chief van Marvel. Vond ik interessant. Ik denk niet dat zij snel nog voor Marvel wat gaat doen. Maar ook niet dat de ambitie er nog is. Zij past ook helemaal niet bij Marvel. We hebben meer gekke schrijvers gehad die daar wat gaan doen. Dus, dan op nummer 5. Dit is ook een boekje wat een beetje moeilijk te krijgen was. Gek genoeg. Maar het is The Mysteries. Ja. Heb jij hem al inmiddels gelezen? Ik ben op de helft. Nee, je hebt hem niet uitgelezen. Ja, ik heb een heel tof kerstpakket van medaille gehad. Daar moet ik nog wat over bedenken. Met een slap erin. En met een absolute edition erin. En met dit boekje erbij. En nog wat leuke dingen. Ik weet niet wat het is. En ik denk dat dat het grootste probleem is. Is dit een prentenboek voor kinderen? Nee, wacht even. Het is jouw top 10. Dus go. Ja. Nou, om je laatste vraag te beantwoorden. Dat is het niet. Staat er ook op de achterkant dat het wel een verhaal is voor volwassenen. Maar het is inderdaad, hoe zeg ik dat, uitgegeven als of gemaakt als een prentenboek. Dus je hebt in dit geval zo heel dramatisch één regeltje tekst. Jacarino gaat hier helemaal los op, hè? Ja, en een bijzondere prent. Bill Watterson is natuurlijk bekend van zijn werk op Calvin and Hobbes. En John Cusht is bekend van heel veel karikatuurtekeningen. En ze hebben samen een eigen soort nieuwe stijl ontwikkeld. De combinatie is van soort collage met echt schilderwerk, fotografie van kleifiguren en ander materiaal. En dat zorgt voor hele interessante illustraties waarbij je echt zit te puzzelen van hoe is dit gemaakt? En wie heeft welk deel gemaakt? Want echt elke print is een samenwerking. We moeten hem even hoger houden, middag. Oh. Zo ja, dan zien we een hele plaatje. En in combinatie met een verhaal met minimale tekst, is het inderdaad een mysterie waar dit precies over gaat. Maar ik vond het heel bijzonder hoe tekst en beeld elkaar precies aanvullen en allebei op een vrij minimalistische manier een heel interessant verhaal vertellen. En het is er wel eentje die ik zeker nog vaker ga lezen aankomend jaar. Er valt gewoon ontzettend veel uit te halen. Het is een beetje als een goede wijn. Dat je zit te drinken en dan denk je van, wat proef ik nou eigenlijk? En je vindt het lekker, maar proef ik dit, dat. Ik kan het waarderen. Maar jij had halverwege zoiets. Ja, ik had echt zoiets. Ik vond hem. Ik had nog zoveel boeken te lezen die ik nog wilde lezen. En ik was hier aan begonnen als in vorm van, dat gaat lekker snel door. Ja. En ik vraag me ook af of dit een graphic novel is. Of dit niet meer een prentenboek is met tekst. Ja. Maar dat is een. Ik vind het. Het is zeker wel, wat mij betreft, een graphic novel. Maar je hebt geen praatwolkjes. Maar het is wel een grafische novelle. Praatwolkjes. Ja. Heel mooi. Ballonnetjes. Dan op nummer 4. Cuckoo. Door Joe Sparrow. Een van onze luisteraars had hem ook in zijn top 10, begreep ik.
Ja, ik kende Joe Sparrow helemaal niet. Maar toen ik Jack zijn tegen. Wat zeg je? Jack. Sparrow. Ja? Niet de piraat. Pirates of Caribbean en die Zuid-Afrikaanse rapper. Ja. Sparrow. Dat ken ik wel. Maar dit is gewoon zo, toen ik dit zag op Instagram, toen dacht ik zo, dit is zo ontzettend vet getekend. En het gaat ook over een jongen en die wordt op een avond wakker in zijn eigen bed. Met allemaal geluiden en lichten uit de achtertuin. En dan vindt hij een diamant. En ja, je moet dus eigenlijk nooit een verse diamant uit je achtertuin aanraken. Want dan gebeuren er vreemde dingen. Dus het is een soort of coming of age science fiction verhaal. Met bizarre tekeningen. Echt een lust voor het oog. Ook de achterkant van het boek vind ik ook gewoon vet. Wat eigenlijk heeft het uitgegeven? Wat zeg je? Wie heeft het uitgegeven? Dat is Shortbox Comics. Een kleine uitgeverij uit Engeland. Ja, ja. Dit was ook tevens een hidden gem van 2023. En ook nog top 10 materiaal, wat mij betreft. En nu je top 3. Ja. Ik vond sowieso voor heel lastig van wat zet ik op 1, 2 en 3. Maar ja, je moet toch keuzes maken. Op nummer 3. Danger and Other Unknown Risks. Dit is weer een graphic novel getekend door Erica Henderson. En de eerste door Ryan North. Of tenminste de eerste in mijn lijst. En het gaat over een tienermeisje en haar hond. Die in een wereld leven die helemaal naar de knoppen is gegaan door magie. En die de boel moeten gaan redden. Het is vol met humor. Een beetje coming of age alweer. Fantastisch tekenwerk. Vergeleken met Parasocial is dit een stuk meer recht toe, recht aan teken en kleurwerk van Erica Henderson. Maar alsnog blijft zij een van mijn favoriete tekenaars. Inclusief supercoole lettering hier en daar. Gewoon een mooi avonturenboek. Met een fantasy en science fiction randje. Ja, dus, ik heb hem op WonderCon gekocht. Maar heb je hem gelezen? Ik heb hem ook gelezen. Wat vond jij ervan dan? Ja, erg young adult. En daar is helemaal niks mis mee. Nee. Maar dat vind ik 9 van de 10 keren geen top 10 werk. Op Superman Harvest of Youth? Maar die heb ik ook op 5 gezet. Ja. En ik vond het een beetje te veel. Ik had ook Clementine bijvoorbeeld. Oh ja, ja. Het tweede boek. Die stond ook in mijn top 10 bij Bam de Bam X Comic Talk NL. Nu te zien jouw favoriete YouTube kanaal. Daar had ik hem ook meegenomen. En ja, ik vind Young Adult te gek, hè. Maar het is voor Young Adult. En ik vond dit een superleuk tussendoortje. Ik vond hem echt. En Ryan North is gewoon te gek. Ik ben bij die man fan geworden sinds Incredible Squirrel Girl. Ja. En ik heb hem een paar keer ontmoet. Hij heeft echt hele toffe whodunit boeken geschreven. In comic-stijl. Volgende keer als ik in Chicago is de volgende grote Comic-Con waar ik heen ga. Ziet u, als hij daar staat, neem ik zo'n boek voor je mee. Dat zijn zo'n boek van, pakt hij zijn zwaard of rent hij weg? Rent hij weg naar pagina 23, pakt hij zijn zwaard, ga je naar pagina 16. Ja, nee, dat klinkt cool. Humor. Dan op 2, ook eentje die ik recent heb gelezen. A Guest in the House van Emily Carroll. Een toffe horror graphic novel. Eerder al besproken als een hidden gem. Over een vrouw die met zichzelf in de knoop zit. Onlangs semi-stiefmoeder is geworden van een puberend meisje. En getrouwd is met een man die zich helemaal verliest in zijn werk. Ze trekken in een huis. En eigenlijk aan alles wat ze doet, leeft die... is die moeder van het meisje en dus de ex-echtgenoot van haar echtgenoot nog steeds heel erg aanwezig. En het zit er niet lekker. Het is een super moeilijke situatie en ze heeft heel veel heftige dromen. En alle dromen zijn in fantastisch kleurwerk en alles in de realiteit.
is zwart-wit. Nou, behalve dan, dit loopt natuurlijk uit in een droom. Maar ontzettend mooi getekend, ontzettend mooi gekleurd, wanneer het gekleurd is. Ook worden er heel veel gekke dingen gedaan met de lettering. En ontzettend mooi verhaal ook. Dus dit is wel een hele mooie verrassing. En Emily Carroll kende ik nog niet, maar het schijnt dat ze nog meer horrorwerk heeft gedaan. Dus dat ga ik aankomend jaar in verdiepen. En het is First Second, hè? Ja, klopt. Het is echt een uitgeverij met zoveel toffe boekjes. Ik heb er een hele hoop van hier. Ja. En dan nummer 1. Nou, iedereen zat natuurlijk al te denken van hij had toch die ene titel. Wanneer komt die nou? Nou, die staat dus op 1. Guardian of Fukushima. Tokyo Pop. Ik sluit me gewoon aan bij wat jij hebt gezegd. Supermooi verhaal. Ook nog waar gebeurd. En supermooi teken- en kleurwerk. Dit is voor mij gewoon de best all-round graphic novel van 2023. En voor $20 is hij eigenlijk in verhouding met Bad Karma redelijk prijzig. Maar het is elke cent is hij waard. 100% mee eens. Nou, ik heb tijdens Comic Talk NL X-Bam en de Bam heb ik mijn favoriete graphic novels gedaan en mijn favoriete Marvel series. Oh ja. En ik ga het nu over mijn favoriete comics. Floppies. Ik vind het mooiste woord wat er is. Een floppy kopen. Ja. En daar heb ik een paar heel bijzondere, denk ik. Ik heb niet iets ding. Bijvoorbeeld. The Sickness. Dit is een van Uncivilized Books. Dit is, ze zijn aan deel 3 is onlangs uitgekomen. Alles wat ik hierover vertel is een spoiler. Oh, oké. Okay, dat is je nummer 9. Je kan hier het best ingaan met open ogen. En het is zo origineel. Het speelt zich af in 2 verschillende tijdsvlakken. De artwork is echt oncomics. Nou ja. Het is echt een wagonlading aan tekst. Dit is ook vergeleken met een Marvel DC boekje ben je, nou, tegenwoordig 10 minuutjes ben je kwijt. 5 minuutjes. Ja, ja. En dit zijn toch wel reads van een half uur. Oh, wauw. Hoeveel pagina's is het dan? Paginaatje 32, denk ik. Ik sta er niet bij. Oké. Okay. Maar het is horror. Het combineert horror. Combineert social. Er zit een hele rare tijdtwist zit erin die heel erg tof is. En ja, The Sickness is echt. Dit is echt een hidden gem. Nathan had hem besteld. En we hebben als we klanten bij CIA hebben, die bestellen dingen waarvan je denkt van, nou ja, weet je, dit ken ik niet. Zou ik normaal niet bestellen? Bestelde er 2-3 van. Extra. En ja, deze kwam binnen nummer 1. Ik heb hem, hij heeft heel lang op mijn stapel gelegen. Een stapel dat 1 en 2 al uitgekomen waren. Toen ben ik pas bij het uitkomen van 3, een paar weken geleden, heb ik 1 en 2 pas gelezen. Oh ja. Nou, maar het is eigenlijk ook wel lekker. Dan kun je in 1 keer door. Lekker doorgaan. En dit is echt, als dit een straight paperback uitkomt. Het is Uncivilized Books, die ook Kings in Roots deed. Dus ze hebben tot nu toe voor geloof ik nog geen graphic novels uitgegeven. Nee. Cameron. En The Sickness, heel erg tof. De nummer 9 is ook een hele bijzondere. Dit is ook weer zo'n dingetje. Dat is het toffe waarom het belangrijk is om naar je comiczaak te gaan op woensdag. Of op donderdag, wanneer die comics eruit komen. En dingen mee te nemen die je niet kent. Blood Run. Wow. Nee, die ken ik niet. Dit is zo niet Amerikaans. Evan K. Posius en Stefano Cardoselli, die hebben hem getekend. Het wordt door Scout Comics uitgegeven. En ken je Dead Race 2000, die film uit de jaren 70? Ja, nooit gezien, maar ik ken het. Het is een beetje dit. Oh ja. Vet ook met die kogels die zo... Het is een beetje Tank Girl, het is een beetje 2000 AD. Het zit de splash pages in waar je echt je vingers bij aflikt. Super gewelddadig. Zo. En een twist op het einde.
die ik niet zag aankomen. Het is een one-shot en dat vind ik heel erg jammer. Want Bloodrun had voor mij een serie one-shots kunnen zijn. Maar dat is bijna niet mogelijk met, de conclusie. Maar deze verraste me zo. Ik heb hem gelezen. Vond ik hem helemaal te gek. En ik heb hem vanmorgen nog een keer gelezen. En nou moet ik ook heel eerlijk zeggen. Het is een quick read hoor. 10 minuutjes, 15 minuutjes ben je naar mij klaar. Artwork is te gek. Doet een beetje denken aan 2000 AD. Heel erg in your face. Heel erg Tank Girl. Heel erg Jamie Hewlett. Kan je echt aanraden. Je favoriete comiczaak heeft hem vast nog wel. Cool. Red Light. AWA mag natuurlijk niet ontbreken. Red Light is weer zo'n typische AWA-serie. Het is een serie over AI en over prostitutie en over robots. En het gaat over een pooier die een serie robots heeft die allemaal seksuele handelingen voor hele rijke klanten doen in een dystopische wereld. Ik moet even kijken wat ik laat zien. Want het is nogal graphic. Oh ja, ja oké. Okay. Ja, dit kan wel inderdaad. Ja. Sarah H. Cho heeft hem geschreven en Priscilla Petriatis heeft getekend. En ja, ik word hier heel blij van. Dit is gewoon... Maar het is geen comic als jij denkt van, ik ga hier eens even lekker, die kan ik echt niet laten zien. Ik denk dat we dan geband worden ik denk dat we dan geband worden. Het is een hele crime verhaal en een manier naar de toekomst kijken die ik niet eerder in comics of films heb gezien. Dit is de grootste verrassing voor mij. Als je mij begin dit jaar had gezegd toen deze comicserie werd aangekondigd dat het in mijn top 10 zou komen, had ik gezegd nee, echt niet. Hé? Oh, ja, nee, die had ik inmiddels wel verwacht, inderdaad, ja. Justice League heb ik helemaal niks mee. Godzilla had ik helemaal niks mee. Kong heb ik helemaal niks mee. Kong begint ook steeds meer te komen. Maar naar het verbluffende Godzilla Minus One. Ja, die is top, echt topper. Ik heb toevallig vanmorgen op mijn Facebook mijn jaarlijstjes ook geplaatst. En dit is mijn beste film van het jaar. Zo, okay, ja. Ik vond hem echt. Dat is een film waar ik echt maanden nog mee, waar ik echt weken nog mee bezig was. En dat komt waarschijnlijk ook door de soundtrack die ik tegenwoordig gebruik als mijn favoriete comic lees soundtrack. En wat dit is pure pulp. Is het goed getekend? Nee, niet echt. Is het goed geschreven? Is eigenlijk helemaal niet nodig. Maar dit is zo verschrikkelijk lekker. Superman die flink op zijn kop krijgt van Godzilla. Godzilla die een knal krijgt van Supergirl en daardoor heel erg Metropolis helemaal levelt. Veel splash pages. Dus er zit ook een achterverhaaltje in over de villains die er iets mee te maken hebben. Die Supergirl die kom smasht. Zo. Het is echt zo verschrikkelijk leuk. En ze hebben natuurlijk in plaats van de speciale covers, de soundchip covers hebben ze uitgebracht. Daar hebben een hele aflevering geloof ik aan besteed. Ja. Deze mocht ook niet ontbreken. Ja, die had ik, ja. Dit is No One. En No One blijft gewoon een echt te gek. Kyle Higgins, Brian Buccioletto en Anthony Alfuso, die tekent het. Het is te gek. Maar de reden dat deze niet hoger staat, is dat dit te onregelmatig verschijnt. Oh, oké. Maar als het er is, dan is het wel goed, toch? Dan is het goed, maar dan heb ik best... Ik lees best wel veel. En heb ik best een probleem mee om wat er ook weer gebeurd was. Ja. En het briljante met deze comic is dat een podcast aan vast zit. Dus aan het einde van de comic kan je gewoon een podcast luisteren die in het No One Universe zich afspeelt. Dus de journalisten die hierin meespelen, die nemen in de comic, hebben ze een podcast. En die podcast is er ook in real life. En die wordt door echte acteurs wordt die gesproken. En dat zorgt voor echt een super toffe plus ervaring. Artwise is, ja, dat is altijd heel solide. Het is echt, het is niet heel bijzonder. Maar wel gewoon lekker. Kyle Higgins. Ik ben een fan van Kyle Higgins. Het enige waar ik hiermee heb, omdat het zo in your face is. En omdat het een thriller is. Is het heel erg jammer dat het gewoon niet maandelijks uitkomt. En ze hadden een hele goede schedule. Maar ik geloof dat deze dat anderhalve maand tussen zat. Dus wat ik ga doen.
als alle 9 boekjes uit zijn gekomen, dan misschien de trade paperback, is nog niet aangekondigd. Maar dan ga ik ze allemaal lezen en dan de podcast, dan heb je wel een halve dag voor nodig. Zo, ik kan het echt aanraden. En is 9 dan ook het slot? Of? Ja, volgens mij wel. Oh, oké. Okay. Zo, ja. Wonder Woman, ja, wat denk je zelf? Ik tijden niet meer zo hard gegaan voor een DC-serie die geen Kong en Justice League en Godzilla erin had dan Tom King's nieuwste Wonder Woman-vertelling. Daar ben ik niet helemaal mee eens. Nou, ik vond het eerste nummer vond ik fantastisch. Toen heb ik hem gelijk op mijn lijst gezet van in de gaten houden. Misschien is dit top 10 2023 voor mij. Want tekenwerk was goed, verhaal, hoe het geschreven is, maar ook de concepten die worden geïntroduceerd. En toen deel 2 dacht ik, nee. En 4 vond ik dan wel weer goed, maar ik weet niet. Het is voelt nog een beetje onevenwichtig voor mij op basis van de eerste 4 nummers. Wat ik hier briljant aan vind, is dat Wonder Woman speelt hier de hoofdrol in. Maar het had zo makkelijk gegaan. Een van Amazon die vermoordt iemand. En een politieke groepering, militaire regering, gebruikt dat om de Amazons te bannen uit Amerika. Ja. Heel erg link met de huidige politieke situatie, met cancel culture, met ding. En dit had al de reden voor de comic kunnen zijn. Ja. Maar in nummer 3 komt een swerve, waarna de poep echt aangaat. Zo originele manier. En dan begint nummer 4 dat Wonder Woman een terminaal jongetje bezoekt en meeneemt naar het Wonder Woman eiland, waar al die Wonder Woman's rondlopen, die Amazons. Dit is zo rustig en tegelijkertijd dus de hele verhaal voor de komende nummers opbouwt. Dit is echt mijn een van mijn favoriete series. Sempire doet maar waanzinnig toffe art. Nou, we kennen het King gedeelte. Ja. Veel panels. Veel tekst. Ik vind hem fantastisch. Wat ik ook fantastisch vond. Oh ja. De verrassing van het jaar, denk ik. Ja, zeker weten. En dit is trouwens mijn enige Marvel titel die erin komt. Er zijn een hele hoop goede Marvel titels uitgekomen. Maar ja, ik vond dit met kop en schouders bovenop staan. Dit is een boekje wat zich afspeelt in de MCU. En dus niet in, heb ik het idee. En dat zijn meestal, Wolverine zie ik. Ja, maar dat zijn meestal de boekjes die het niet zo goed doen. Nee. Weet je, een beetje nog vlees, nog vis. Dit is lekker. Het loopt lekker. Deel 1 hebben ze waanzinnige grafische dingetjes hebben ze gedaan. Met dwarsdoorsneders. Doen ze jammer genoeg in deel 2 doen ze het niet. Maar het verhaal is interessant genoeg dat dit voor Marvel de verrassing van het jaar is. Nee. Over verrassingen gesproken. Scott Snyder en Dan Panosian. Oh, Canary. Ja, Dark Horse wordt echt de uitgeverij om in 2024 in de gaten te houden. Ja. 2023 ook al. Maar die zetten er flink gas over. Vorige week kwam de nieuwe Bendis uit. Ja, Mastermind. Mastermind. Erg fijn. Ik moet hem nog lezen. Samen met mijn lief. Ja. En ja, dit is een horror-western die op Comicology volgens mij is verschenen. En die zijn nu bundelen in 3-4 deeltjes. En dat werkt als een tierenlier. Want de investment, tijd en geld is niet groot. Maar je krijgt een heel tof verhaal. En Dan Panosian is gewoon echt zo'n vet tekenaar. We kennen hem vooral van voorkantjes van Red Sonja en al die Dynamite shizzle. Cool. Maar dit is echt een... het gaat over zombies in een mijn. Het einde van het Wilde Westen. En Canary. Ze gooiden vroeger altijd als er een mijnramp was geweest met gas. Dan gooiden ze de Canarie naar beneden. Als hij naar boven kwam, dan konden de mensen er veilig in. In het echt.
En daar gaat deze serie ook over. En het gaat over het einde van het Wilde Westen. Het is horror. Het is Wilde Westen. En het is gewoon echt van Canary. Echt heel tof. Nou, deze. Ik vond dit heel moeilijk. Dit is eigenlijk een gedeelde eerste en tweede plaats. Ik weet ook niet welke. Ik doe gewoon deze. Als het op nummer twee. Ja, tuurlijk, ja. Dat ze bij Marvel weggingen, Conan, had ik echt zoiets. Ja, ga naar Titan. Titan staat bekend om hun Italiaanse bliktekenaars die ze overtrekken. En onder het mom net niet art. Rob de la Torre, die tekent dit, heeft een hele toffe Tarzan voor Dynamite getekend. En toen viel mij al op, hier in de podcast zet, die gast is net, of John Buscema is opgestaan. Ja. Hij lijkt er heel erg op. Hij heeft de eerste vier nummers van de nieuwe Conan the Barbarian serie heeft hij getekend. En dat was echt fantastisch. Dit was echt, dit is Conan zoals ik Conan het allerliefste zie. Met gewelddadig, groots, super tof. Ik heb hier één gripe heb ik hiermee. Oh. Titan heeft hem te netjes uitgegeven. Te netjes? Super, super, super strak papier. En ook dik papier. Maar het is ook heel glimmend papier. En dit Conan werkt gewoon beter als het een beetje grauwig is. En de donkere kleuren komen in dit soort papier komen niet goed naar voren. Dat is mijn mening. Niet iedereen is daarmee eens. En waar ik ook een beetje gallisch van word. Dit is dan, ik heb ze gewoon één koning ingepakt. Maar er verschijnen 6-7 covers per ding. En dan denk ik van ja, waarom? Nou ja, dan heb je wel wat te kiezen. Nummer 1. Ja. Ook denk ik een heel bijzonder. Had jij denk ik niet verwacht? Nou, ik wist dat je daar heel blij over was. Ja. Dus, Fishfly, Jeff Lemire. Ik vind Lemire altijd tof. Ja. Maar als hij zelf schrijft en zelf tekent met een ding wat hij vroeger heeft meegemaakt, waar zijn roots van vroeger was, ja, dan is dit helemaal te gek. Dit is een combinatie van coming of age, horror, een soort back to the future, niet back to the future, stand by me. Verhaal. Wat zeg je? Wist King. Yeah. En wat ik heel tof vind, dit is dus die Jeff Lemire. Die gast. Ik zal eens even wat art laten zien. Ja. Die Jeff Lemire die heeft het gewoon door. Die weet dat comicwinkels erg belangrijk zijn. En die heeft ook gezegd. Ja, je kan wel op de trade wachten. Die gaat gewoon niet komen. Dit zijn losse boekjes. En misschien dat hem ooit is in een verre toekomst. In een compendium doen. Of een ding. Maar dit hoor je te lezen in losse boekjes. Maar het is ook een compleet verhaal. Dus... Het is een compleet verhaal. Ik weet nog god hoeveel delen. Komt één keer in de twee maanden komt het uit. Dus ik moet wel de vorige nummers weer lezen om een beetje te bedenken. Ja, waarom die gast niet gewoon aan het begin. Previously on Fishflies. Of ding. Ik zou het heel fijn vinden. Ja, het zouden ze bij alle comics mogen doen. Ja, maar Fishflies is echt. Er zijn drie nummertjes uit. En het is een gevalletje van elk nummer wordt beter dan het vorige nummer. Ja. Ah. Doe jezelf een plezier en ga op zoek naar nummer 1, 2 en 3. Cool. Your turn, my friend. Yes, van de eerste twee heb ik even niet beschikbaar. Dus beeld het even in of gebruik Google. Helemaal geen gek idee. Op nummer 10 heb ik Batman One Bad Day, Ra's al Ghul of Ra's al Ghul. Dat is ook goed. Ja, van DC Comics natuurlijk. Geschreven door Tom Taylor en Ivan Reis. En The One Bad Day, dat was natuurlijk 2022 was het begonnen. En dit jaar kwamen de laatste delen uit. En het waren allemaal mooie one-shots met steeds een top team makers. En één bad guy in de hoofdrol. Waarmee een soort van het ultieme verhaal mee werd verteld. Ra's al Ghul is natuurlijk wat mij betreft een van de interessante Batman bad guys. En het gaat heel erg over ecoterrorisme, het einde der tijden, klimaatverandering. Je kent het wel. Goed verhaal en prachtig, redelijk, hoe zeg ik dat, traditioneel, een beetje Neil Adams-achtig tekenwerk van Ivan Reis.
Ja, en daarmee ook tegelijkertijd een van de beste DC-losse uitgaven, wat mij betreft. Dus dat was nummer 10. En ga nummer je 9. Blij worden? Gisteren heb ik nieuwe previews gehaald. En als het ook de DC gaat bij, DC gaat een facsimile editie uitbrengen. Van die O'Neill en Adams Batman versus Ra's al Ghul. Die hele daarmee. Ja. Ja, die moet ik nog steeds lezen. Dus ja, maar, die is nog niet uitgebracht, hè? Nee, maar ik bedoel, het origineel. Het origineel. Ik heb de Nederlands heb ik ooit gehad. En? Ja, ik vond het als jochie vond ik het helemaal te gek. En ik ga deze. Het is wel een. Het is een dikke. Het is de allereerste facsimile die uitkomt. Die meer dan. Ik geloof 80 pagina's. Is 14,99. Oh ja. Ja, nee, die ga ik zeker bestellen. Dan nummer 9 heb ik ook niet hier bij me. Dus Google it. Dit is vooral vanwege het bijzondere tekenwerk. En gewoon een superleuk. Maar niet al te moeilijk verhaal. Clobber in Time van Marvel Comics. Scrooge. En wat zeg je? Scrooge. Ja, Steve Scrooge. Bekend van onder andere de storyboards van Matrix films. En de tofste Wolverine comic storyline ever. Ja, ja, dat is uit mijn hoofd nummer 150 tot en met 153. Fantastisch. Ja, een van de beste Wolverine comic runs ooit. En nu heeft hij een miniserie gedaan over Benjamin J. Grimm, oftewel de Thing van de Fantastic Four. Met meerdere team-ups, verspreid over 4 nummers. Ja, fantastisch gedetailleerd tekenwerk. En gewoon een leuk, solide verhaal over de Thing. Niet al te moeilijk, maar gewoon echt, ja, zoals de titel zegt, clobbering time, oftewel rammen geblazen. Ja, dat zou een goede vertaler zijn. Ja. Dat zou echt een onwijs goede. Dat is ja. Een onwijs goede titel zijn. Clobbering Time. Rammen geblazen. Ja, dat zou wel een beetje een droom zijn die uitkomt. Dus wie weet. Dan, op nummer 8. De eerste Image Comic titel. Arcade Kings. Dat was destijds volgens mij jouw moetje hebben een keer. Toen hij aangekondigd werd. Door Dylan Burnett. En samen met Walter Bayamonte en Sara Antonellini. Zo, die laatste twee zijn de inkleurders. En hoe deze miniserie van pak een beet, voor mij 5 delen zijn ingekleurd, is gewoon fantastisch. Het gaat over een jongen met een heel gekke helm, die de Arcade King is. En ondertussen op zoek is naar zijn vermiste broertje. En ja, als je van videogames houdt, Scott Pilgrim, een beetje over de top manga, dan is dit het gewoon. Maar dan in een westers jasje met een heleboel vintage videogame invloeden. Ik heb er erg van genoten. En het leuke is, hij is nu als trade paperback verkrijgbaar. Ja. En in een manga stijl. Ja, dus echt zo groot. In een kleiner boekje. Ja. En ja, de losse uitgaven waren allemaal wat dikker, met een klein ruggetje. Maar dat ja, was elke maand genieten. En ik vond het ook knap dat het elke maand op tijd kwam. Dus waarschijnlijk hadden ze goed op volgewerkt. Dan op nummer 7. We blijven mooi bij Image Comics. Rick Remender is een van mijn favoriete schrijvers. En die heeft weer een nieuwe, deprimerende science fiction titel gelanceerd. The Sacrificers. Getekend door Max Fiumara. En Dave McKeck doet natuurlijk weer de kleuren. Ja, het gaat over. Misschien over religie zou je kunnen zeggen. Iedereen die. Elk gezin die. Moet een kind afstaan aan een soort grote goed. Die worden dus opgeofferd aan een soort god. Maar of het wel een god is. En of ze in het paradijs belanden. Of dat ze. Echt worden opgeofferd. Ja, dat is allemaal niet duidelijk. Iedereen gaat er gewoon in mee. Dus je volgt eigenlijk een groep kinderen die wordt afgestaan aan het grotere goed. Nu zijn er 4-5 delen geweest. En het is kommer en kwel, zoals Remender dat vaak doet. Dus ja, meestal maakt hij eigenlijk gewoon zijn personages echt helemaal klein en afgestompt, waarna er weer een sprankje hoop komt om het vervolgens weer helemaal kapot te maken. Dus het gaat wel een leidensweg worden als lezer, maar het is
ontzettend boeiend en ontzettend mooi getekend. Dus, jij hebt hem ook wel gelezen, toch? Ja, ik ben gestopt aan nummer 1. Ja. Tranen over je wang. Nee. Remender is helemaal te gek. Maar ik vind Remender in de echte wereld, die Holy Roller die hij nu doet, was nog even twijfel. Weet je, ik heb één nummer van gelezen. Vond ik niet echt dat je denkt dat je dan een top 10 plaats verdient. Nee, want ik vond Sacrifice in het begin ook leuk. En ik vond de insteek super origineel. Maar op een of andere manier bleef het niet plakken. Ja, dat kan. Misschien is het ook meer een trade weight, denk ik, voor de meesten. Maar ik had er wel weer zin in. Een maandelijkse portie ellende van Remender. Dan op nummer 6 iets wat het compleet tegenovergestelde was, tot op zekere hoogte. Want dit bracht mij elke maand een glimlach op mijn gezicht. Where Monsters Lie, van Kyle Starks. En ik moet even de tekenaar erbij pakken. Piotr Kowalski. En dit is een heel tof concept. Alle slasher bad guys. Dus je hebt Jason, Michael Myers, Leatherface. Die clown van... It. Die andere clown. God, nou ja, maakt niet uit. Die nieuwe clown. En al die gekken. En zoals een soort Chucky. Aan het eind van die films worden ze vaak soort van half dood gemaakt. En in deze serie, Where Monsters Lie, kom je erachter wat er tussen de films door gebeurt. Want ze worden eigenlijk allemaal opgehaald en komen in een soort woonpark terecht, waar ze weer op kracht worden gemaakt. En klaar worden gestoomd voor de volgende de afslachting. En nu wordt dit woonpark ontdekt door een groepje tieners. En dingen gaan mis. Super grappig. Super tof. Ook goor, maar niet Red Room goor. Helaas. Maar ik heb hiervan genoten. Vijf deeltjes, compleet verhaal. Het zou kunnen dat er een vervolg in zit. Want net als een goede horrorfilm is natuurlijk al een soort hint van misschien leeft er nog iets. Kyle Starks heeft weer een topper afgeleverd. Dan op nummer 5, terug bij Image. En dit is, ja, volgens mij wist iedereen al lang al dat dit erin zou komen. Transformers, nieuwe Daniel Warren Johnson. Fantastisch getekend. Eerste nummer, mijn verwachtingen waren torenhoog. Ik dacht dat dit wordt de second coming of Jesus Christ. Was niet helemaal. Maar alsnog supergoed geschreven, getekend. Maar met nummer 3, die onlangs uitkwam, dacht ik, ja, dit is echt weer een topper. Niet zo top dat hij op nummer 1 komt, maar gewoon echt een goede comic. Even kijken. En dan nummer 4. En het verbaast me eigenlijk hoe weinig Marvel ik ook heb. Maar dit is toch een van de meest bijzondere Marvel-uitgaves die eigenlijk al 2022 begon, maar dit jaar is afgerond. En in een prachtige, hoe noemen ze zo'n editie? Zo'n grote editie uitgekomen is. Dr. Strange Fall Sunrise. Dus dat is een mooie Treasury edition inderdaad. En geschreven en getekend door Trent Moore. Lijkt een beetje misschien op Steve Scrooge. Alleen dan een stuk vloeibaardere tekenstijl. Hele uitbundige pagina layouts. Beetje ditko, hè? Ja, een beetje Ditko Extreme. Dit is wel echt iets. Misschien zit er weinig tekst in. Maar hoeveel er visueel gebeurt. Het is een heleboel om op te nemen. Het is, hoe zeg ik dat? Visueel de meest unieke comic die ik misschien dit jaar heb gelezen. En het... Ik vraag me ook echt af, hoe lang heeft de beste Trent Moore hierover gedaan om dit allemaal te tekenen? Want het is, de voorkant zegt ook een artistic masterpiece. Ja, daar sluit ik me bij aan. Dat is zeker. Oké, dan gaan we naar de top 3. En waarvan 2 Image en 1 DC. Nou, op nummer 3 heb ik, dit is ook de langste titel, The Bone Orcutt Mythos 10,000 Black Feathers. Hele mond vol. Jeff Lemire natuurlijk, met Andrea Sorrentino. Dat is toch wel een van de betere tekenaars
Met altijd prachtige layouts. En nu zoek ik, ja, hij heeft weer een iets andere tekenstijl gekozen voor deze miniserie die ik nu in hardcover heb. En het is weer, ja, als vanouds, zoals Lemire en Sorrentino altijd doen, heel creepy. Fascinerend. Mooi getekend. Ik heb hier wel van genoten. En ik, ja, iedere keer is die Bone Orcutt Mythos is gewoon weer een horror juweeltje. En ik geloof, ze zijn nu weer bezig met een miniserie die wel in losse delen, of ook in losse delen uitkomt. Tenement. Ja. Ben ik ook erg benieuwd naar. Ja, fantastisch. Oké, okay, dan op nummer 2. En ik vond dit een hele lastige om deze te plaatsen. Maar hij moest sowieso in mijn top 10. En na heel lang dikken en wegen. Ik vond dit van de losse comics, vond ik trouwens de moeilijkste top 10 om samen te stellen. Dan vergeleken met de graphic novels. Maar het is toch Immortal Sergeant geworden. En ik, waarom ik een beetje twijfelde, is om, het begint als een soort semi-buddycop verhaal. Je hebt een extreme Clint Eastwood vader, die heel bot is, heel conservatief. En zijn zoon, die is app-developer, een beetje een zachtaardige jongen. Gewoon heel erg modern en progressief. En dat botst natuurlijk met elkaar. En samen komen ze op het punt dat ze de laatste missie van die vader gaan oplossen. Wat een moord is op een klein meisje. Ze maken dus een doldwaze reis mee. Met allemaal hele grappige situaties. En ook heel schrijnend. Maar op het eind zit er een twist. Die ik natuurlijk niet ga spoilen. Maar die was wel dat ik dacht van zo. Daar was ik wel enigszins van slag van. Dat ik dacht van, is het nou een passend einde voor verder een best grappige serie? Daar twijfel ik lange tijd over, maar bij het herlezen dacht ik ja. En dan de laatste, en dit is een beetje een gekke, want het bestaat uit 3 nummers. En het laatste nummer kwam begin dit jaar uit. Dus is het dan een serie van 2022 of 2023? Maar het laatste nummer kwam dit jaar uit, de bundeling kwam dit jaar uit. En ik heb hem op meerdere andere lijstjes gezien. Dus dan mag ik het ook van mezelf. Hey, het is onze podcast, dus ja, dat ook. Wonder Woman Historia van DC Comics. Ja, natuurlijk al eerder besproken. Het complete creatieve team was aanwezig op Heroes Dutch Comic Con, de laatste editie. Fantastisch getekend door 3 tekenaars die allemaal een eigen hoofdstuk hebben gehad. Kijk, dit is even een mooie spagaat. Zo. Je ziet hier gewoon dat er ontzettend veel liefde, tijd en aandacht is ingestopt. En dat dit gewoon niet een comic is die even tussen de bedrijven door voor een paar deadlines te behalen is gemaakt. Het is super blij dat Marvel en DC af en toe dit soort artistieke uitstapjes maken. En het verhaal, het ontstaan eigenlijk van Amazon Island en Wonder Woman zelf is ook vet. En ook bijzonder dat het nog nooit op deze grote schaal is gedaan. Daarmee absoluut toch nummer 1 van 2023 voor mij. Ja, ik heb daar wel een mening nog over. Nou, trap hem in. Ik vond het zo verschrikkelijk jammer dat bij het eerste boek, wat echt met artstijl, met kop en schouders boven wat er komt staat, dat had ik liever, die tekenaar had ik liever op het einde gehad. Want ik had constant dat ik, ik heb hem bij, in Black Label heb ik hem gewoon gelezen als nummer 1, 2 en 3. Ja. En ik had constant, ja, het is mooi, maar het is niet zo mooi als het eerste deel. En dat had ik in de trade paperback, dat ik hem las, de hardcover, had ik idem dito. Dat ik zelf, ik vind het fantastisch, maar andere tekenaars leveren echt briljante tekeningen, maar zo goed als het eerste nummer wordt het nergens. Phil Jimenez. Ik vond de middelste, Gene H, vond ik fantastisch werk leveren. Maar tussen Jimenez en Nicola Scott vond ik die de minste. Maar de minste, zeg maar, in dit boek betekent een 8, terwijl de rest een 10 en een 9 krijgen. Dus ja. Hey, en ik wil nog even één speciale ding wil ik nog even noemen. Dat is Marvel Age 1000.
Oh ja, jouw losse comic van dit jaar. Want wat is dat? Is het een losse comic of is het een trade paperback? Ik vind het een losse comic, maar ja, het is... Als je tegen de 80 pagina's zit met een recht ruggetje, dan is het niet geen comic meer. En ik vond het ook geen trade paperback. Maar doe jezelf een plezier en ga die scoren. Dit is echt een who's who in Marvel tekenaars. Echt fantastisch. McNiven die doet een Silver Surfer verhaal. Nou, het enige wat je daar schreeuwt is... Waarvoor doet die man niet meer? Ik wil Silver Surfer terug, door hem getekend. Ja, prachtig getekend. Ja. Mike Elred doet samen met zijn vrouw doet hij een heel tof verhaal. Het is echt alles bij elkaar. En het allerlaatste verhaal voegt alles op een briljante manier bij elkaar. Dus ik vond hem een beetje tussenvallen tussen mijn normale en mijn graphic novels. Dus ik neem het eventjes. Misschien de ultieme nummer 1, ongeacht categorie dan. Ik vond hem heel erg tof. Hey, we zijn al een hele tijd bezig. Ik ram nog even mijn Nederlandstalige top erdoorheen. En dan, want ik heb natuurlijk ook een hele hoop Nederlandstalige stripboeken gelezen. En daarna gaan jullie luisteren naar wat onze luisteraars voor top 10 hebben. Dit is een hele bijzondere. Zo, nou, oké. En een hele grote verrassing. Want ik had geen Suske en Wiske verwacht. Nee, ik ook niet. Maar iedereen zegt tegen me, je moet deze Suske en Wiske weer kopen. En elke keer als ik dat doe, dan lees ik 10 pagina's en daarna geef ik hem weg. Want ik vond hem echt, dan denk ik van ja, weet je, dit is gewoon niet mijn kopje thee. Ik vind dit een ding. Dit is een verhaal, een afscheid van een tekenaar. Wiens naam ik, ja, ik ben helemaal niet in Suske. Peter van Gucht is het, geloof ik, het scenario. Zijn laatste Suske en Wiske boek. En daar gaan ze met de teletijdmachine terug naar de tijd toen Van der Steen een kleine jongen was. En die verliefd was op een meisje en dat meisje ging naar het buitenland. Het is heel meta, heel erg tof. En ook al hou je helemaal niet van Suske Wiske als ik, dit vind je tof. Er kwam eindelijk een reprint van Zwart Kijken. Ken je dit? Oh wow, ja. Van Frank Kerr uit. Ja, die ken ik wel, ja. Ik was dit jaar niet zo blij en niet zo teleurgesteld in een boek als dit. Wat? Want Balloon heeft een... er is een dossiertje is er bijgekomen. En Zwart Kijken... Het staat een oud interview met Frank Kern staat erin. Maar Zwart Kijken is een boek met donkere gags... van een van de grootste meesters van de Europese strip, Frank Kern. En ik had echt gehoopt dat dit de ultieme editie was. En dat is het precies niet. Er staat een oud interview met hem in. Er staan wat schetsjes staan erin. En that's it. En voor de rest gewoon de zwartkijken gags. Die fantastisch zijn en fantastisch blijven. Ik heb hem nu mooi in hardcover. Was er heel blij mee. De paardengod. Zegt dat je wat? Nee, zeg mij helemaal niks. Dit is door Sami Makonen getekend. Uit Finland. En dit is volgens mij de artistieke broer van Sienkiewicz. Ja. Dit is een horrorverhaal. Het bijzondere is dat ik dit de eerste keer las en dat ik dit heel slecht trok. En iedereen zegt, jij vindt het helemaal te gek. Ik heb hem voor de tweede keer gelezen, 2 weken terug. Fantastisch, wat een mooi griezelig boek met misschien wel het beste artwork van het jaar. Maar hoe kan het dat het de eerste keer niet beviel en de tweede keer wel? Omdat ik het in de zomer heb gelezen en dat het echt zo verschrikkelijk donker was. Dat is de enige wat ik... enige wat ik kan voorstellen. Dat het mooi weer was in Glassum. Dit zijn young adult kinderen. Het gevaarlijkste beroep ter wereld. Er komt nog een deel 3 ook uit. Multiculti. Hartstikke mooi. Sommige mensen noemen het woke. Het gaat over kinderen die superhelden worden. Nou, dat hebben we al 100 keer gezien. Maar het tof is dat in beide boeken wordt hetzelfde verhaal verteld. Goeie shot dit trouwens. Wordt hetzelfde verhaal verteld. Alleen in de een van het oogpunt van de zus. En in de ander van de broer. En dat zorgt voor iets heel origineels. Enige nadeel, deel 3 is nog niet uit. En toch nog young adult. Ja. Verre van young adult. En ook weer naar Finland is de witte dood. Het verhaal is al 100 keer verteld. Rusland die wil Finland innemen. En er is een sniper. Zijn naam ga ik even zoeken. Simo Haya, een jager, en die snijpt Duitse soldaten. Het is heel simpel. Fred Lahaye en Willem Ritsier. Het is niet super tof getekend in de vorm van wauw, maar dit wel weer.
Het is gedurfd, het is groots, het is van Dalhaie beslist niet zijn meesterwerk. Het is een heel tof oorlogsverhaal. Dus ik werd hier super blij mee. Van. Ja, vet. Waar ik ook super blij van werd, is dat Soda weer terugkwam. Ja. Favoriete. Ik heb Jeroen Ooms, onze Jeroen 2, heb ik hier gek van gemaakt. En dit is een, ja, wat is het? Een soort Clint Eastwood-achtige politieagent die een moeder heeft, die een slecht hart heeft en daarom zegt dat hij dominee is. En ja, dit is over de top actie. Heel erg veel geweld. Erg leuk boekje. Het zorgt ervoor dat ik de vorige delen ook weer heb gelezen. De laatste drie. Het Beest. Een origineel verhaal over het ontstaan van de Marsi Pilami. En als je dit van tevoren had verteld dat er twee van dit soort lijvige boeken komen over hoe de Marsi Pilami in Europa is gekomen, dan had ik gezegd van, nou ja, nee, dit gaat hem niet worden. Hè? Hoezo? Nou, omdat het, de Marsi Pilami is een grappig beest uit Robbedoes. En dit is gewoon super realistisch. En echt adembenemend getekend. Frank de P. Dat was heel mooi. Dit jaar kwam ook het sluiten van een van mijn favoriete series. Dat is De Arabier van de Toekomst. Een jeugd in het Midden-Oosten. Deel 6. En een paar jaar geleden kwam ik dit tegen. Een Fransman die zijn levensverhaal opzet. Hij heeft een Syrisch vader. Een Franse moeder. Ze wonen in Frankrijk. De vader die gaat naar Syrië. En laat zijn kinderen achter. Maar komt weer terug. Kidnapt zijn broertje. En hoe hij daarmee omgaat. Vanuit het perspectief van een kind getekend. En vertelt. En nu is het kind Saïd. Riyad, die is volwassen. En die wil striptekenaar worden. Dus het is echt het verhaal van de tekenaar Riyad Saitouf. Coole kleuren. Ja, het is een het mooiste einde in een stripboek dit jaar. Zo. Dit was echt, ja, hier kreeg ik het. Hier, dit was het tweede stripboek waar ik een traantje mee weg. Ja, en nummer 1. Hoe kan het anders? Naar de loofbode van een paar weken geleden. Oh ja, ja. En cool. hier is alles over gezegd, dus hier hou ik mijn mond naar. Het enige, als je hem nog niet hebt, koop hem. Lucas Wallace. Ja, dat ben ik. Ik moet hem nog steeds kopen. Gaan we kopen. Nou, dit was hem. 2024, 23. Bijzonder jaar. Bijzonder jaar. We hebben onze 100ste aflevering hebben we gevierd. We hebben super toffe dingen gedaan. Ja, uren op YouTube geüpload. Ik heb wat YouTube dingen gedaan. We kijken terug in de vorige aflevering. Die kan je kijken. Je kan nou horen wat onze luisteraars allemaal van 2024. En ik heb er een paar gehoord. Die zijn divers. Heel lang, heel kort, heel to the point. En bij een paar had ik zoiets van... Huh? Ja. Maar weet je, het is ook jullie show. Ik wil jullie namens mij daar bedanken voor het luisteren en het kijken naar Comic Talk NL. En natuurlijk ook namens Ray en namens Nathan. En namens Jeroen 2, laten we die niet vergeten. Wij horen jullie en zien jullie volgend jaar. Ja, en sowieso bedankt voor iedereen die wat heeft ingezonden wat hierna komt. Dank jullie wel voor jullie inzendingen. Top! Hey, Medaar en Jeroen. Maarten hier. Het jaar is weer voorbij gevlogen. Dus ik ben blij dat ik... De naar mijn mening 10 beste comics en graphic novels van 2023 met jullie mag delen. In volledig willekeurige volgorde heb ik er 10 en 1 shout-out. Dus daar komen ze aan. Als eerste Chroma van Lorenzo de Felici. Die had ik vorig jaar ook in mijn top 10 staan, want er was er maar één nummer uit. En dat is natuurlijk altijd gevaarlijk, want voor hetzelfde geld... Zakt het niveau dadelijk. Daarna enorm naar beneden. Maar het tegenovergestelde is waar. Het zijn 4 nummers. Het zijn dikke comics. Felici kennen we van Void Rivals en Oblivion Song. Daar heeft hij ook het tekenwerk gedaan. En het is een verdienstelijke tekenaar. Maar zijn werk daarin vond ik niet zo heel spannend. Maar dit zijn 4 prachtige nummers. Het tekenwerk. Het kleurwerk. Het springt van de pagina af. En het is een mooi verhaal over de Pale City...
Eigenlijk een zwart-wit stad waar alles wat kleur heeft verboden is. Want dat is, nou ja, goed, daar ga ik niet te veel over zeggen, maar des duivels. Het is een heel mooi, eigenlijk een beetje sprookjesachtig verhaal. Waar heel mooi gespeeld wordt ook met kleur en zwart-wit. En daarnaast, het heeft ook nog eens reuze krokodillen. Nou, wat wil je nog meer? Absolute aanrader. En heb ik veel te weinig over gehoord, dus ik dacht, die moet nog even onder de aandacht komen. Dan als tweede, Cuckoo. Dus ik zeg het gewoon nog een keer. Cuckoo, vind ik leuk om te zeggen. Van Joe Sparrow. Het is een graphic novel. Het is een coming of age. Het is science fiction. Maar vooral, het springt van de pagina. Het is een wonderbaarlijk soort van trippy-achtig geheel. Qua verhalen, qua kleurenwerk. Het blew me away. Supermooi. Absoluut de moeite waard. Dan als derde, en dat vond ik een hele mooie tip van Jeroen, No One. En No One die is geschreven door Kyle Higgins en Brian Buccellato of iets wat daarop lijkt. En getekend door Geraldo Burgess. No One is gewoon heel verdienstelijk geschreven. Is een goede whodunit, zeg maar, een murder mystery. Maar wat het helemaal echt tof maakt, is dat na elk nummer komt er ook een podcast uit. Met stemmen van Patton Oswalt en Rachel Lee Cook. En ja, daarnaast hebben ze websites en je kunt van alles overal vinden. Het is een all-in multimedia soort van project en ik vind het echt smullen. Goeie tip van jullie. Ik kan het alleen maar aan iedereen aanraden. Dan, er kan natuurlijk tegenwoordig geen jaar voorbij gaan zonder dat er niet iets op mijn lijst staat van James Tynion V. Ik lees veel van zijn series, eigenlijk standaard. Ik vind het gewoon een hele goede schrijver. Maar een van de verrassingen dit jaar vond ik toch wel World Tree. Door hem geschreven en getekend door Fernando Blanco. Een beetje een soort van wereldwijde chaos die uitbreekt. Het is ongelooflijk gewelddadig en lomp en vreemd. En de serie is halverwege. Ik heb nog geen flauw idee waar het naartoe gaat. Maar het is uitermate interessant. En zoals dat bij hem gaat, veel intriges en verwarring. Absoluut aanrader. Fijne serie. Dan de volgende. Ik ben een oldschool liefhebber van Hellblazer. Ik geloof dat hij weer terugkomt, dus het is goed om te horen. Maar in de tussentijd moeten we het met andere dingen doen. En die krijgen we gelukkig ook. En dan heb ik het over Damn Them All. Damn Them All. Goed articuleren, want anders begrijp je niet wat ik zeg. Damn Them All is van Simon Spurrier, ik weet niet hoe je het uitspreekt. En Walking Dead legend Charlie Adlard. En het is eigenlijk, naar mijn gevoel had Spurrier nog een oud Hellblazer verhaal liggen. Maar het gaat eigenlijk over een soort van vrouwelijke Hellblazer die met een hond waar een demon in zit. Op zoek gaat naar allemaal demonen die vrijgelaten zijn. Ik zal er niet te veel over vertellen, maar het is gewoon prachtig getekend en het is een lekker ouderwets, goed Hellblazer-achtig verhaal. Super top. Dan, een met een behoorlijk Nederlands randje. Iterus van Anas Abdulhak en Dennis Menheren. Is jullie wel bekend. Ik vond dit, het is een one-shot. Het is een comic die qua tekst en qua beeld volledig in elkaar op elkaar aansluit, in elkaar overvloeit. Je kunt het ook blijven lezen, omdat het zo mooi is, maar ook zo poëtisch geschreven. Absoluut pareltje. En ik hoef het jullie niet te vertellen, maar die meneer is toch wel een talent om in de gaten te houden. En als we dan toch met Nederlandse comics of strips bezig zijn, is een ander kunstwerkje van dit jaar is Another Angle van Misha Huygen. Het is, hij is in kleine oplagen uitgebracht en volgens mij is Misha Huygen eigenlijk een grafisch vormgever die prachtige dingen maakt. En Another Angle is, begint eigenlijk met een tekenaar die een strip wil gaan tekenen. En vanuit zijn hoofd komt een personage die door een prachtig vormgegeven wereld loopt. En er zit een mooie boodschap in over hoe wij met elkaar en de wereld omgaan. Maar vooral is het echt een heel mooi
ook een beetje surrealistisch vormgegeven boek. Absolute aanrader. Another Angle van Misha Huygen. Geen flauw idee of hij nog te krijgen is, maar zowel, ik kan het jullie alleen van harte aanraden. De volgende die ik in mijn lijstje heb staan is Rare Flavors van Ram V en Felipe Andrade. Ik begin wel het idee te krijgen dat bijna alles wat ik nu genoemd heb een Italiaanse tekenaar heeft. Rare Flavors is eigenlijk pas 3 nummers onderweg, maar ik vind het echt een fantastische serie. Ik vond van Ram V zijn Many Deaths of Layla Starr, die is volgens mij van vorig jaar, vond ik ook echt super tof. En eerder heeft hij ooit Black Man Mumba uitgebracht, wat ook een hele goede graphic novel was. Ik vind het een ongelooflijk onderschatte schrijver, maar daarbij moet ik wel zeggen, ik heb van zijn Marvel-werk en zijn DC-werk nog nooit iets gelezen, dus daar durf ik niks over te zeggen. Rare Flavors gaat eigenlijk over een man die een documentaire gaat maken over eten en die reist over de wereld, heeft een cameraman meegenomen, maar die man is niet wat hij lijkt. Die wordt achtervolgd en die schijnt al heel lang te lezen. En het is mooi getekend. Het is een intrigerend verhaal. Ook bij deze geen flauw idee waar het naartoe gaat. Maar het lezen is het zeker meer dan waard. Dan heb ik nog wederom een tip van Comic Talk. Toch altijd fijn. A Guest in the House van Emily Carroll. Een graphic novel die bijna volledig in zwart-wit is en af en toe uitschiet in de kleuren. Het gaat over een vrouw die met haar nieuwe man en eigenlijk stiefkind, zeg maar, ergens in een klein dorpje aan een meer gaat wonen. En gaandeweg krijgt ze vreemde dromen en hallucinaties. En de vraag is een beetje, wat is nu echt? Spookt het in het huis of is zij gewoon niet goed in haar hoofd? God mag het weten, maar het is prachtig getekend. Het is volledig in zwart-wit, totdat zij dus droomt. En dan komen de mooiste kleuren die van de pagina afspringen. Het is horror, het is creepy, het is heel goed geschreven. Het is absoluut de moeite waard. Nou, en dan heb ik er nog één, dan ben ik al bij de 10e. En dat is Somna. In de tweede of de derde comic van Distillery, Somna van Becky Cloonan en Tula Lotai, als ik dat goed uitspreek. A Bedtime Story. Ja, het is een interessant verhaal ook. Eigenlijk net zoals de vorige over een vrouw die met haar man ergens. Volgens mij speelt het zich in de middeleeuwen af of zoiets. En zij krijgt steeds dromen over een bepaalde demon. En haar man is geloof ik een heksenjager. Het is gewoon heel mooi getekend. Het is een heel spannend verhaal ook, waarvan je niet helemaal weet waar het naartoe gaat. Alleen het eerste nummer is pas uit. Tikje erotisch, zonder dat het ranzig wordt. Ik vond het echt een kunstwerkje. Prachtige comic. Nou, daar waren ze alle 10. Ik wil naast die 10 nog één kleine shout-out doen naar ook een Nederlandse comic van de broers Inkhoren. Dat was Maleus. Vond ik erg tof de debuut en daar heb ik erg van genoten. Dus moest ik toch nog even noemen. Hè? Ik bedoel, Nederlandse comics mogen toch ook wel een beetje een duwtje krijgen. En daar zijn jullie gelukkig ook voor. Dus dat was het van mij. Dankjewel mannen. Ik heb nu al zin in het volgende jaar Comic Talk. Beste wensen alvast. En ik ben benieuwd wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. Yes, doei. Hey Comic Talkers, Piet hier. Ik heb een alternatieve top 5. Ik heb het afgelopen jaar heel veel DC gelezen en ik heb hier wat aanraders voor mensen die terug in de tijd willen gaan en hele toffe verhalen willen lezen. Gotham Central, 52, Secret Six, Batman door Grant Morrison en Flash door Geoff Johns. Dit is allemaal tussen 2005 en 2010 en dit is een hele boeiende tijd voor DC. Als je 52 wil lezen, moet je eigenlijk ook Infinite Crisis hebben gelezen. Maar al die verhalen daaromheen, die zijn stuk voor stuk op hun eigen manier heel tof. Secret Six is echt een pareltje en er komt volgend jaar de Omnibus uit. Dus dikke tip voor volgend jaar. Gelukkig nieuwjaar! Hallo mensen van Comic Talk. Roemie hier. Jullie gaan
mijn favoriete aflevering van het jaar weer doen. The Best Of. En dan heb ik zelf natuurlijk ook wel een paar comics die ik heel tof vind. The City of Belgium, Brecht Evans. Dat is een Belgische stripauteur die in Frankrijk woont. Nou, is echt een fantastische graphic novel met echt bizar artwork en bizar verhaal. En die verdient al wat meer aandacht. The Sandman Overture. Het is een absolute edition. Dat is al een paar jaar geleden. Maar het is echt ook een super mooi boek. Deadly Class. Deel 4. Het einde. Super mooi, duister. Maar echt een super serie. De beste van Rick Remender, denk ik. De nieuwe van Daniel Close. Monica. Ja, ga maar uitleggen waar het over gaat. Maar ik vind het super. Dan een oudje. Animal Man bij Grant Morrison. Ja, ik heb hier echt jarenlang op gewacht eigenlijk om dit te lezen. En het is het echt helemaal waard. Die. Super cool gegeven met Dungeons and Dragons. Nog een oudje heb ik. Jeb Loops en Tim Sills. Yellow, Blue, Grey and White. The Color Series. Of verhalen van Spider-Man, Hulk. Philadelphia, Deluxe Edition. Die heb ik in singles gelezen, maar ja, kan niet ontbreken eigenlijk. Strange Adventures van Tom King. The Talk van Darren Bell. Super graphic novel, wat gaat over Black Lives Matter, racisme. Ook echt een super boek. Fables. Die heb ik helemaal gelezen dit jaar in compendium vorm. Maar echt geweldig. En Dux bij Kate Beaton. Dat is een aanrader van jullie. Dat vond ik top. En als allerlaatste, Lowell van Kap. Charles van CIA, dankjewel door jou op die serie compleet weer te maken. Ik heb hem eindelijk gelezen na 20 jaar. En het was weer fantastisch van begin tot het eind. Het einde nu voor het eerst. De rest heb ik meerdere malen herlezen. Superboek. En hierbij mijn top 5 beste stripboeken 2023. Door ondergetekende Arnold Lefebvre. In totaal willekeurige volgorde op de eerste plek In het hoofd van Sherlock Holmes, deel 1. Van Cyril Liron et Benoît Dahan, uitgever door Standaard Uitgeverij. Erg fraaie uitgave. Op nummer 2, Flater slaat weer toe. De comeback van Guus Flater door de Canadees Marc de La Fontaine, Dupuis. Op nummer 3, Het Beest, deel 2. Cidru en Frank P. Eveneens uitgeverij Dupuis. Op de vierde plek, het eerste deel in de Torgal Hommage-serie Vaarwel Arika. Door Robin Recht, uitgeverij door Lombard. En last but not least, Erik Kriek, De Kuil. Scratchbooks. Erg fraaie gotische horror. En dit waren mijn top 5 beste albums. Hoi Comic Talk NL, hier Peter Verschoor. Dank voor weer een mooi podcastjaar. En ik denk dat ik het dit jaar zelfs wel 10% eens ben geweest met Jeroen. Dus er zit verbetering in. Hier is mijn top 5 voor 2023. Op nummer 5, Dynamite Comics, de Disney-series die zijn uitgekomen dit jaar. Ik had niet verwacht dat ik hier zo van zou kunnen genieten. Van Darkwing Duck, Gargoyles, Hades, Scar, Maleficent. Allemaal hele toffe comics zijn dit geweest. En ja, eigenlijk een goede uitbreiding op de originele Disney-verhalen. En eigenlijk is dat ook meteen het dieptepunt van het jaar op comicgebied, denk ik. Dat Dynamite Comics geen Disney-comics meer mag leveren in Nederland of Europa. Of in ieder geval buiten Amerika. En hierdoor kan ik helaas deze series niet afmaken. Wat wel een heel erg jammer is. Op nummer 4, Batman Wayne Family Adventures. Een serie die bij Webtoon digitaal is uitgebracht. Ja, ik lees zelf niet digitaal en dit jaar zijn ze ook in paperback uitgekomen. En ja, dat kan ik wel erg waarderen. Het zijn korte verhaaltjes van de Wayne Family, vaak grappig. Het is eigenlijk een beetje mijn feel-good comic van dit jaar. Maar er zitten eigenlijk ook hele sterke verhalen in. Eentje van
Jason Todd bijvoorbeeld, die met zijn angsten op moet gaan voor de Joker en Crowbars, naar wat er natuurlijk met hem is gebeurd. Ze kijken er heel erg goed naar paniekaanvallen en hoe daar mensen daarmee omgaan en hoe dus de hero community daar ook mee omgaat. Ik vond deze heel erg sterk. Op nummer 3, Turtles The Last Ronin Director's Cut, de deluxe editie. Eigenlijk is deze al eerder uitgekomen, in ieder geval de serie zelf natuurlijk. Maar dit jaar is er een mooie hardcover deluxe uitgekomen. Met, ik denk wel 100 pagina's aan schetsen en background material en extra's. En ja, ik heb eigenlijk gewacht tot deze editie en heb nu pas het verhaal gelezen. Een donker turtle verhaal in de toekomst. Dat erg doet denken aan Dark Knight Returns. Op nummer 2 staan eigenlijk alle mooie uitgaven die zijn uitgekomen van Loeb & Cil dit jaar. Ik denk dan aan Superman For All Seasons, de Absolute Editie, Daredevil Yellow, Spider-Man Blue, allebei in Gallery Editions. Hele mooie uitgaven die eer aandoen aan Tim Cil, die helaas te vroeg is overleden. En volgend jaar komen Captain America White en Hulk Grey, als ik het goed heb, ook uit. Nou ja, die gaan uiteraard ook in de kast verschijnen. En op nummer 1 staat voor mij Black Cat Omnibus van Jet McKay. Ik ben een groot Black Cat fan. Ik spaar veel commissies van haar. Eigenlijk variant covers, beeldjes, noem het maar op. En ik was heel erg blij dat haar serie van Jet McKay nu ook in Omnibus uitkwam. Ik heb alle issues natuurlijk al, maar het is wel erg tof om dit op groot formaat te zien met zoveel variant covers en extra's en schetsen in deze omnibus. Het is wel, ik denk dat dit wel een pronkstuk in mijn verzameling is, dus ik was erg blij dat deze dit jaar uitkwam. Nou, dat waren ze dan. Nogmaals hartelijk dank voor de mooie podcast. Ik geniet er altijd erg van en ga zo door jongens, op naar een mooi nieuw comicjaar. Dank jullie wel en fijne dagen. Hoi Comic Talk NL luisteraars. Pedro hier met mijn top 10. Ik heb heel veel goede dingen gelezen in 2023. Ik heb me dan ook niet beperkt tot dingen die uitgekomen zijn, boeken die uitgekomen zijn in 2023. Ik heb mij vooral gefocust op boeken, verhalen die ik echt heel plezant vond. Op 10 heb ik Seven Secrets staan, een reeks die uitgegeven is door Boom Studios in 2021. Geschreven door Tom Taylor en Daniel Di Nicuolo als artiest. Op nummer 9 heb ik A Righteous Thirst for Vengeance staan, uitgegeven door Image Comics in 2023. De schrijver is Rick Remender. En dan de artist is André Lima, en met een familienaam die ik niet verder ga proberen uit te spreken. Op nummer 8 heb ik dan Grimm staan. Volume 1 en 2 zijn in 2023 uitgekomen. De uitgeverij ontglipt me nu even. Ik dacht Boom Studios. Het is geschreven door Stephanie Phillips en getekend door Flaviano. Op 7 heb ik dan Chroma staan, geschreven en getekend door Lorenzo Di Felici, die we nu kennen van Void Rivals en daarvoor ook van Oblivion Song. Een boek uitgegeven door Image Comics. Op 6 heb ik dan een reeks die in 2023 gestart is, die mij enorm boeit tot op dit moment nog steeds. Dat is Local Man, uitgegeven bij Image Comics, geschreven door Tim Seeley, die we kennen van Revival en nog heel wat andere dingen. En getekend door Tony Fleeks, die we nou weer kennen van Stray Dogs. Gaat over Jack Xavier, a.k.a. Crossjack, een held uit de Gen Generation, wat een oudere reeks is die ooit bij Image uitkwam. Op 5 heb ik dan een hele oude reeks staan, een reeks die in 1996 gestart is, uitgegeven door Helix Comics. Dat was een imprint van DC die zich vooral bezighield met science fiction verhalen. En dat is het boek Gemini Blood. Geschreven door Christopher Hintz, met als
artiest Tommy Lee Edwards. Een verhaal, heel leuk verhaal, maar jammer genoeg heeft het geen lang leven beschoren. Na 9 issues werden ze verplicht om ermee op te houden. Op nummer 4 heb ik dan Duo Powerbomb van Daniel Warren Johnson. Heel mooi verhaal, heel leuk getekend. Maar Daniel Warren Johnson zal je zeker niet onbekend zijn. En dan zijn we aan mijn top 3 beland. Op nummer 3 heb ik de Top 10 Compendium uitgegeven, of heruitgegeven in 2023. Schrijver is Alan Moore. Bepaalde stukken zijn ook door Zander en Kevin Cannon geschreven, met als artiest Gene Ha. Op nummer 2 heb ik The Nice House on the Lake staan, ook uitgegeven door DC in 2023. Geschreven door James Tynion IV, met als artiest Alvaro Martinez Bueno. Een beetje een end of the world apocalypse verhaal met een leuke twist. Heel interessant, zou volgens mij ook een hele goede film of serie kunnen worden. En dan mijn absolute nummer 1 van 2023 is een boek dat eigenlijk in 2022 heruitgegeven is, en dat is Gotham Central, de omnibus. Geschreven door onder andere Ed Brubaker en Greg Rucka, met onder andere als tekenaars Michael Lark, Stefano Gaudiano en nog vele anderen. Wat mij betreft het beste Batman-boek zonder Batman dan. Dat was het dan, luisteraars. Veel plezier met de andere top 10's. Dit is de comic top 10 van Jeroen Geelhoets, hoofdredacteur van Modern Myths voor Comic Talk NL. En bij het maken van zo'n top 10 kom ik er toch elk jaar weer achter dat ik wederom meer comics gekocht heb dan gelezen. Waardoor ik bijvoorbeeld Avengers Inc., Ultimate Invasion, de Miracle Man comics allemaal wel heb liggen, maar nog niet heb gelezen. De nieuwe Fable-serie heb ik nog niet in trade liggen, dus daar kan ik ook nog weinig over zeggen. Dus deze top 10 bestaat voornamelijk uit de comics die ik dit jaar wel heb gelezen en er ook daadwerkelijk wat over kan zeggen. Goede voornemen voor volgend jaar is ook weer meer indies lezen, iets meer buiten mijn Marvel-universe komen. Maar bij deze de comic top 10 van Jeroen Geelhoets. Met op nummer 10 Dracula issue 1 van James Tynion IV en Martin Simmons. Om dus toch maar met een indie te beginnen. Hoewel het is van Image, dus hoe kan je dat nog indie noemen? Ik heb James Tynion IV nu leren kennen door Something is Killing the Children. Vanwege mijn interview met Marvel hoofdredacteur C.B. Cebulski, die mij dat aanraadde. Wat ik zeg, ik kom weinig buiten het Marvel Universe, maar dat heb ik geprobeerd. En daarom heb ik dus ook Dracula gekocht, omdat Dracula een van mijn favoriete klassieke monsters is en James Tynion IV toch echt heel goed schrijft. En het artwork van Dracula ziet er gewoon prachtig schilderachtig uit. Beetje crayon-achtige tekeningen. En veelbelovend nieuwe Dracula-verhaal. Op nummer 9, een van de Batman One Bad Day issues. Ik heb die wel allemaal gekocht. DC lees ik voornamelijk in trade of met speciale uitgaves van op zichzelf staande verhalen. Ik heb voor Batman One Bad Day van Ra's al Ghul gekozen. Omdat die mij doet denken aan een van de eerste Batman verhalen die ik las toen ik jong was. Een van de demon verhalen waarbij de duistere Batman, de duistere Robin mij leerde dat Batman meer was dan alleen de televisieserie die ik kende. En One Bad Day van Ra's al Ghul die deed mij daaraan herinneren. Het is geschreven door Tom Taylor, tekeningen van Ivan Reis met inks van Danny Mickey. Dus het ziet er ook gewoon prachtig uit. En One Bad Day van Alan Moore over de Joker is ook een van mijn favoriete comics all time. Dus deze series vond ik erg leuk. Clayface vond ik erg leuk. Bane vond ik erg leuk. Maar voor deze top 10 heb ik gekozen op nummer 9 voor One Bad Day Ra's al Ghul. Nummer 8.
Captain America nummer 1 bij Joe Straczynski. Gewoon omdat het leuk is dat C.B. Sebulski zijn best doet om grote namen terug naar Marvel te halen. Frank Miller schijnt weer wat te gaan doen buiten de covers om die hij gedaan heeft. Dus vandaar Captain America nummer 1 door J. Michael Straczynski met Jesus Saiz als artiest. Kijken waar het verhaal heen gaat. Op nummer 7, de Immortal Thor. Eigenlijk omdat de Immortal Hulk een van mijn favoriete Hulk-runs is aller tijden. Door L. Ewing. Dus vandaar dat de Immortal Thor ook een, top, een plekje krijgt in deze top 10. Getekend door Martin Coccolo, die ik op Dutch Comic Con heb gezien en heb laten signeren. Mooi epische Thor-verhaal. Benieuwd waar het heen gaat. Waarschijnlijk zal het niet zo goed kunnen zijn als de Immortal Hulk. Maar geweldig getekend. Al Ewing, altijd goed. Die heeft altijd mooie insteken, frisse ideeën. Dus de Immortal Thor. Op nummer 7. Op nummer 6, een van de series van Marvel die dit jaar teruggrijpt naar de klassieke tijden van verschillende personages. Waarbij dit X-Men Days of Future Past Doomsday is. Geschreven door Mark Guggenheim. En even kijken waar de colofon staat. Dat varieert nog wel eens natuurlijk. Daar hebben we hem. Geschreven door Mark Guggenheim. Getekend door Manuel Garcia. Met de inker Ken Smith. Terugblik naar Days of Future Past. Natuurlijk een van de klassieke X-Men verhalen. Ook in mijn jeugd in de jaren 80. Eentje die ik zo vaak herlezen heb. Gewoon vanwege de duistere toekomst. De apocalyptische insteek. En dat je favoriete X-Men eigenlijk ofwel dood waren. Ofwel achtervolgd werden door de Sentinels. En het wederom liet zien hoe duister comics kunnen zijn. Hoe serieus comics kunnen zijn. En dus gewoon hartstikke spannend zijn. En ik vind dit soort series gewoon stiekem heel erg leuk. Dat ze je terugbrengen naar dat gevoel. En ervoor zorgen dat een nieuwe groep lezers die verhalen ook gaat ontdekken. Dus X-Men, Days of Future Past, Doomsday. Erg cool. Verderop komt er nog eentje uit die soort series. Maar ik ga eerst nu naar 10, 9, 8, 7, 6. Nummer 5. We zijn op de helft. The Incredible Hulk. Nummer 6. Legacy nummer 787. De Hulk, wat ik net al zei. De Immortal Hulk was een van mijn favoriete Hulk-runs aller tijden. En daarna werd het helaas een stukje slechter. Het Hulk spaceship verhaal in de ruimte, dat trok mij totaal helemaal niet. En nu is terug weer naar de horror invloeden door schrijver Philip Kennedy Johnson en artiest Nick Klein. Wel een beetje andere insteek dan de Immortal Hulk. Veel meer echt Hulk in een soort Americana horror setting. Waarbij ik het begin een beetje vond tegenvallen. Omdat ze wel een goede opbouw doen. En de Hulk heel eng neerzetten. Met dat die Banner pijn wil doen. Door naar buiten te komen. Op de meest groteske manieren. Er wordt een heel grote tegenstander opgezet. Een heel groot monster in de eerste run. Eerste stuk van de serie. En vervolgens wordt hij op 1 of 2 pagina's. Meteen door de Hulk geplet. Als een soort One Punch Greg. Een One Punch Man. Dus dat viel een beetje tegen, maar bij nummer 6 is er een mooie urban insteek. Hulk gaat naar het. Komt ergens in de woestijn van Texas terecht. Dus ik zeg wel urban, maar het is eigenlijk gewoon op het platteland. Maar ja, de grittiness is gewoon hetzelfde. Waarbij er een oude motor staat waar een jongetje op speelt. En naarmate de monsters verschijnen, die er ook best cool uitzien met een soort Azteek-achtige masker en bloederige tanden. En de Hulk komt daar en dan beginnen de banden van de motor in vlammen te schieten. En kom je erachter dat er een ghost rider daar de bevolking beschermt.
uit vervlogen tijden. En dat is gewoon een hele mooie, duistere, spannende insteek. Dus vandaar de Incredible Hulk nummer 6 op nummer 5. We zijn halverwege. En we gaan door met de tweede serie, terug naar vervlogen tijden. Hulk is sowieso een van mijn eerste Marvel-helden waar ik echt fan van werd. Daarna Spider-Man. Maar ik begon te lezen ongeveer toen Hulk in Las Vegas was. Ondergedoken als Joe Fixit. Grijze huidskleur. Compleet anders dan ik hem ook kende van de televisieseries en de tekenfilms. Dus ik was ook gelijk gewoon verkocht. Geschreven door Peter David. En de Joe Fixit serie die dit jaar uitkwam. Wederom door Peter David. Getekend door Yildiray Sinar, als ik het goed uitspreek. Is natuurlijk voor mij teruggegrepen naar mijn begintijd van comics lezen. Met Spider-Man die erin voorkomt, wat voor mij niet per se had gehoeven. Ik vond Joe Fixit zonder het Spider-Man die daar dan een cameo had ook gewoon geweldig. Maar Kingpin komt naar Las Vegas om te kijken of hij daar voet aan de grond kan krijgen. En het is gewoon een geweldig verhaal. Met een terugblik naar de dagen dat Joe Fixit als fixer in het casino werkte. Terug naar de jaren 80. Wederom met Joe, met C.B. Sibulski besproken op Dutch Comic Con. En we waren er allebei over eens. We kunnen niet wachten tot er een live action versie op Disney Plus of in de bioscopen verschijnt. Waarin Joe Fixit zich laat zien. Joe Fixit was ook geweldig in Immortal Hulk. Dat is de laatste keer dat ik Immortal Hulk zal noemen. Dus op nummer 4, Joe Fixit. Serie terug naar de jaren 80. Geweldig. Dan op nummer 3 zijn we ondertussen beland. Daredevil, nummer 12. Bijna het laatste nummer van de Red Fist saga. Geschreven door Chip Zdarsky. Getekend door Marco Cecchetto. Die Daredevil run was geweldig. Lag elke maand boven op de to-read stapel. Waarbij in dit nummer Daredevil in zijn strijd tegen de Beast en de Hand afdaalt naar de onderwereld om ze, de geesten, de zielen van zijn vrienden te redden. Confrontatie met zijn vader in de ring en daarna sterk in zijn geloof, klaar om het ultieme kwaad in de vorm van de Beast te bestrijden. En hij loopt de trap naar de onderwereld af. Zijn rode kostuum verandert in een vlammend wit kostuum. En hij gaat als de Hand of God de confrontatie tegemoet. En dat is, als ik naar het plaatje kijk van de laatste pagina, nog steeds kippenvel. Hoog in mijn top 10. Op nummer 3 dus. Maar er waren nog 2 comics beter dit jaar, die ik ook daadwerkelijk gelezen heb. En op nummer 2... Ik heb zitten twijfelen of het nummer 1 moest worden, maar het is nummer 2 geworden. Predator versus Wolverine. Had ik niet zien aankomen. Zat ineens in de comicdozen bij CAA Comics, waar ik mijn comics haal. Predator versus Wolverine. Meteen kreeg ik flashbacks naar een van mijn favoriete Batman verhalen. Predator versus Batman, waarin de Predator naar Gotham komt. Ik was vroeger groot Schwarzenegger fan, eigenlijk nog steeds. Maar ik heb al zijn films in mijn jeugd gezien. En Predator was voor mij, zelf nog voordat ik aliens, Alien waardeerde, was Predator een geweldige thriller waarbij angst voor buitenaardse wezens getoond werden. Schwarzenegger in de jungle met een grote groep stoere jaren 80 soldaten met grote geweren, grote spieren, die één voor één afgeslacht werden door een onzichtbare jager uit de ruimte. Je kan veel zeggen over Predator, of veel over de films die daarna gekomen zijn, maar dat gevoel van die eerste Schwarzenegger Predator film was geweldig. Op, volgens mij was het Prime Video, is Pre uitgekomen onlangs, waar terugblik naar de tijd dat de Indianen in Amerika
groot aanwezig waren. Dat daar een predator naartoe gaat. Een meisje uit een indianenstam. Die moet dus zonder moderne wapens tegen de predator vechten. Was ook een geweldige film. En het is ook meer dan terecht dat Predator versus Wolverine daar een beetje op teruggrijpt. En het is eigenlijk bizar dat dit nog nooit eerder gedaan is. Marvel's ultieme jager tegen de Alien ultieme jager. Wolverine versus Predator. Geschreven door Benjamin Percy. Prachtig, prachtig getekend met Jim Lee-achtige invloeden door Ken Leslie in The Present Day. Want het heeft allemaal flashbacks naar de geschiedenis van Wolverine. En elk nummer ga je één stapje dichter bij de moderne versie van Wolverine. Dus je begint met dat hij als jong in Canada woont. Je krijgt het Weapon X-programma te zien. En het begin natuurlijk van de X-Men. Zijn tijd in Japan. In dit eerste nummer is het Canadese gedeelte getekend door Greg Lenz. Vind ik niet een van de beste tekenaars. Ik vind hem wat... Hoe zeg je dat? Een beetje te... Te popcultuurachtig of zo. Ik vind het een beetje te gemaakt. Net niet fotorealistisch, maar ook net niet cartoony of zo. Maar Ken Leslie, geweldig. Jim Lee-achtige tekeningen. En een geweldige confrontatie met Wolverine die echt moeite heeft om Predator van zich af te houden. Terwijl je ziet dat Predator... 3 klauwmarks over zijn masker heeft uit zijn geschiedenis, dat hij het vaker tegen Wolverine gevochten heeft. Geweldig. Predator versus Wolverine. Doet me terugdenken aan Batman versus Predator. Super serie. Op nummer 2. Want op nummer 1. En niet omdat ik ook Jeroen heet. Niet omdat ik voor Comic Talk NL deze top 10 maak. Maar voor mij is de nummer 1 van dit jaar is Conan the Barbarian. Nummer 0, de Free Comic Book Day versie waarin we de tekeningen van... Ik pak weer even de colofon erbij. De tekeningen van Rob de la Torre voor het eerst zien. Prachtig, prachtige tekeningen die terug doet denken aan Saul Buscema. In de begintijd van de eerste Marvel strips van Conan the Barbarian. Beetje Romita-achtige invloeden ook. Het ziet er zo geweldig mooi uit. Geschreven door Jim Zub. Of Jim Zub. Laat ik het goed uitspreken. Ik ben groot fan van Conan boeken. Ik heb ze allemaal gelezen meerdere keren. De Marvel strips af en toe sommige delen gelezen. Nooit echt gevolgd. Maar dit sprong er voor mij zo uit. En ik heb de Free Comic Book Day versie meegenomen. Waarbij een terugblik op de jeugd van Conan. Geweldige tekeningen, geweldige sfeer en ik kon niet wachten tot de serie begon. De eerste run van Conan the Barbarian is ook gewoon heel erg gaaf getekend. Ik vond het verhaal qua einde wat minder en nu de tweede verhaallijn begonnen is, vind ik wel weer erg geweldig. Hoewel de tekeningen dan wel minder zijn, want de La Torre die slaat dan een verhaal over, komt weer terug. Maar Conan is wat mij betreft weer helemaal terug zoals hij hoort te zijn in de Cimmerian Age. Het voelt aan zoals de boeken. Nieuwe invloeden die tussen de verhaallijnen ingestopt worden. Dus voor mij Conan the Barbarian, Free Comic Book Day nummer 0. Begin van een nieuwe geweldige Conan run. Staat voor mij dit jaar op nummer 1. Dus nog even samenvattend. Op nummer 10 Dracula. Issue 1 van James Tynion IV en Martin Simons. Op nummer 9 Batman One Bad Day van Ra's al Ghul van Tom Taylor en Ivan Reis. Op nummer 8 Captain America door Straczynski en Saiz. Op nummer 7 The Immortal Thor bij Al Ewing en Martin Coccolo. 6 is X-Men Days of Future Past Doomsday door Guggenheim en Garcia. Nummer 5, The Incredible Hulk, nummer 6 door Johnson en Klein. Op nummer 4, Joe Fixit door Peter David. 3, Daredevil nummer 12 door Sadarsky en Chichetto. Op nummer 2,
Predator vs. Wolverine van Benjamin Percy en Ken Leslie en Greg Land. En op nummer 1 Conan the Barbarian door Soep en de La Torre. Free Comic Book Day nummer 0. Dit was de top 10 voor Comic Talk NL van Jeroen Geelhoed van Modern Myths. Hey Comic Talk NL luisteraars, hier Joey van Frankemond, a.k.a. Josh Wantel, a.k.a. Josh Reads Comics op Instagram. En hierbij mijn top 5 van 2023. Ik denk zelf dat ik dit jaar wel minder comics heb gelezen dan de jaren ervoor. Maar ik heb wel veel meer gehoord dan de afgelopen jaren, denk ik. Dus veel comics gekocht en maar niet gelezen. Dus ik heb ook een hele grote achterstand met het lezen van comics. Hoe dan ook, hier is mijn top 5. Op 5, Detective Comics Volume 3. In het begin vond ik de story arc Gotham Nocturne vrij saai. Maar het heeft zich ondertussen helemaal herpakt. Deze storyline loopt al vanaf midden 2022. Maar wat mag wat mij betreft nog wel even doorgaan. Op nummer 4 staat de Night Terrors Detective Comics. Night Terrors vond ik echt een hele goede miniserie. Ik vond het ook leuk dat jullie in de podcast heel erg over deze serie gehad hebben. Over deze miniserie. En naar mijn idee was het ook een van de betere crossovers van dit jaar. En ook in de afgelopen paar jaar eigenlijk wel. Maar om mijn keuze te beperken heb ik deze tweedelige miniserie opgenomen in mijn lijst. Ik heb niet alle Night Terror tie-ins gelezen, maar dit was bij far de beste van de tie-ins. Op 3, Daredevil volume 7. Een hele leuke run, maar wel in mijn ogen iets minder goed dan volume 6. Hoe dan ook, ik ga wel door naar volume 8, maar hier moet ik nog aan beginnen. Dat zal ik volgend jaar wel doen. Op 2, Batman Fortress. Ja, klopt. De laatste twee delen zijn verschenen in dit jaar. Afgelopen jaar. De rest was gewoon verschenen in 2022. Maar goed, ik heb alles gewoon gelezen back-to-back dit jaar. En ik vond het gewoon een hele leuke miniserie. Al was de art niet super goed, maar het verhaal zelf maakte alles goed, naar mijn idee. En op 1, geen verrassing, Batman Volume 3. Het is gewoon een geweldige run. Chip Zdarsky is geweldig en de art was ieder nummer gewoon vrij goed. Al vond ik de minis of de backup stories wat minder. Maar goed, je komt natuurlijk voor de main story. En die is natuurlijk gewoon goed. Wel heb ik nog een honorable mention. Ook nog een serie die ik bewust uit mijn lijst heb gehaald. Maar wel braaf spaar is eigenlijk X-Men. En dan volume 6. Ja, dit jaar hebben ze me eigenlijk een beetje verloren eigenlijk. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar het allemaal over gaat. Het is zo gecompliceerd geworden in het afgelopen jaar. Misschien afgelopen jaren eigenlijk. Uno Krakoa was wel een leuke storyline. Maar op een gegeven moment is het gewoon niet meer te volgen. Je moet alles een beetje gelezen hebben om het universum een beetje te snappen. Het X-universe te snappen. Maar goed, ik heb vernomen dat in 2024 het weer gereboot wordt. Althans, weer met nummer 1 begonnen wordt. En misschien moet alles wel weer minder gecompliceerd. Zodat ik het weer kan volgen. Oké, dit was mijn lijstje. Tot volgend jaar. Joejoe! Ja, dit is geen Bammer de Bam hoor. Dit is natuurlijk gewoon Comic Talk NL waar je naar luistert. Dit is Jacques Rino, wel van Bammer de Bam. En Jeroen had mij gevraagd, Jacques, wil je een top 10 comics doorgeven? Ik zit op mijn werk. Ik dacht van, ik ga meteen opschrijven wat mij binnenkomt. En ik kwam niet verder dan 7. Dan is dat heel makkelijk. Is dit mijn top 7 lijstje van 2023? En ik begin met Planet of the Apes, Fall of Man. Een hervertelling van Planet of the Apes. Wat uitgegeven door Marvel. Wat deze comic zo cool voor mij maakt. Een goede hervertelling. Twee kampen. Je hebt eigenlijk, dit is nog dat de wereld met de mensheid nog gewoon leeft. Maar langzaam uitgeroeid wordt door een virus. De verzetstrijders die denken dat het door de apen komt. Die willen natuurlijk alle apen uitmoorden. En dan heb je nog een groep eigenlijk vanuit de regering die zegt, nee, het zijn niet de apen. Die hebben we juist nodig om te overleven. Dus ik vond het een hele leuke twist. Leuk bedacht. Goede tekeningen, goede illustraties, mooi verhaal. Ja, daarom zit hij gewoon in mijn top 7. Planet of the Apes, Fall of Man van Marvel. Comic Talk NL, je had mij geattendeerd op de volgende uitgave van Image, was 8 Billion Genius.
En ja, waar gaat het over? Wat als iedereen op de planeet Aarde opeens zo'n genie naast zich krijgt? Weet je wel, zo'n geest die je ook zag bij de film Aladdin. En iedereen mag een wens doen. Nou, om het een lang verhaal heel kort te maken, ja, dat is eigenlijk funest voor de wereld. Want iedereen, ja, wordt egoïstisch en die wilt eigenlijk iets. En dat gaat meestal ten koste van iemand anders. En vandaar dat je de populatie van het planeet, ja, sneller ziet dalen dan de onderbroek van een buurvrouw. Dus 8 billion genies, dus zeker aan te raden. Spider-Man, trade paper, nummer 3 had ik gekocht. Van de nieuwe serie. Op de voorkant staat Hobgoblin. Toevallig heb ik die gisteren gelezen. En daarom is hij me nog steeds bij. Maar ik vond het wel heel erg goed. Wat ik namelijk las is dat er is een soort entiteit die zegt dat iedereen een persoonlijke Judgment Day krijgt. Dus en jij wordt gewoon in de gaten gehouden als persoon. En naast jou staat dan iemand die jou dierbaar is geweest en nog steeds is, maar overleden is. Dus je moet voorstellen, naast May Parker staat Ben en naast Peter Parker staat Gwen Stacy. Ze zeggen niets, maar je ziet aan hun blik of ze iets goed vinden of niet. Ja, en die monitoren jou 24 uur op basis van wat jij doet op deze planeet. Ja, en of je mag blijven leven of niet. Superleuk gevonden. Wat ook goed gevonden is, is een hele lange tijd geleden. Dat is de Superman Classics reeks. En die heb ik gekocht bij het Kamper Strip Spektakel. 1 of 2 tassen vol, maar heel veel. En ja, wat dit zo gaaf maakt, het is de tijd voor Junior Press. Dat praat je echt over de jaren 60, 70 comics, denk ik. Ja, die verhalen zijn zo absurd en zo niet meer van deze tijd. Het zou ook niet meer kunnen, want er komen verhalen in voor. Nou, als de Telegraaf ze zou publiceren, zou er meteen een verbod op alle Superman comics komen, geloof mij. En daardoor zijn ze natuurlijk wel de moeite waard om te lezen. Superman Classics, kom je er nog een paar tegen, koop ze en ja, een gnuifel af en toe als je de pagina's doorbladert. Last Ronin, ook zo goed. Ik ben totaal geen Turtle-fan. Misschien kan dat nog worden, maar ja, het is nooit in mijn wereld geweest. Ik vond de tekenfilms helemaal niets. Maar opeens komt de Last Ronin van de Turtles voorbij. Wat als alle Turtles dood zijn, behalve één? En daar gaat het verhaal eigenlijk over. Ja, ik vond het fantastisch. En ik ben blij dat deze ook niet verfilmd wordt. Hier wordt nog een game van gemaakt. Ik ga die game kopen en dan ga ik er weer spelen. Maar ja, ik vond het toch wel een van de meest beste graphic novels die ik de laatste jaren heb gelezen. Nou, en dat zegt een niet-Turtle-fan. American Jesus van Image Comics. Wat als een jongetje op aarde komt. Of ja, hier gewoon woont, leeft, werkt. Als jongetje werk je niet, ga je naar school. Maar die blijkt een soort superkrachten te hebben. Hij kan bijvoorbeeld van water wijn maken. Is hij misschien wel de nieuwe Jezus? Is hij de verlosser wie terug is op aarde? Daar gaat die comic over. En ja, tipje van de sluier op te lichten, daar heeft het wel iets mee te maken. Wat mij ook verbaasde, dat Netflix de uitgever is, of de mede-uitgever, mede-aandeelhouder. Ik denk dat ComicTalk.nl daar iets meer over kan vertellen. Maar je ziet een hele mooie pagina helemaal aan het einde met een Netflix-logo. Dus ik heb even gekeken, is hij ook nog verfilmd, verseried op Netflix? Ja, je kan hem ook vinden op Netflix. En dan moet je even El Eligido intypen. En dan zie je hem voorbij komen. Ik heb hem nog niet gezien, dus ik kan niet vertellen of de serie net zo goed is als de comic. Maar ik ga hem zeker even checken en misschien jij ook. Last but not least heb ik echt heel veel hardcovers gekocht van Batman, Superman, Aquaman, Flash, noem het maar op. En die geef ik een symbolische nummer 7. Hoe is dat gebeurd? Een tijd geleden, voor Dark Dragon denk ik, had je RDW-uitgeverijen. En die had volgens mij de licenties om DC-uitgaven te vertalen naar het Nederlands en ook zo uit te brengen. Nou, RDW-uitgeverij bestaat niet meer in Nederland, maar ja, die boeken zijn nog wel verkrijgbaar. En ik zag bij de Fantast in Kampen dat ze goed in de aanbieding waren. Soms boeken van €50, nu een tientje. Dus ik heb echt 2 volle dozen gekocht. Ik moet ze allemaal nog lezen. Nou, een paar heb ik al gelezen, maar ja, ik vind dat fantastisch. Dus ik denk dat ik die ook compleet ga maken. Is toch mooi. RDW-uitgeverij. Ik weet niet wat ermee gebeurd is. Ik weet wel dat een aantal goede vertalers er werk voor hebben gedaan. Zoals Peter de Bruin. Ja, gaaf. Dus
Daar ga ik me ook meer in verdiepen. Had ik me al verdiept 2023, maar wordt ook 2024 een fantastisch jaar voor deze hardcovers. Ik wens jullie allemaal een fantastisch jaar toe. En dat we elkaar nog mogen blijven zien. Misschien via Bammer de Bam. Of sowieso met elkaar genieten van Jeroen, Medar. En iedereen die er nog meer bij zit. Een heel mooi Comic Talk NL jaar. Hoi! Hallo dames en heren van Comic Talk NL. Mijn naam is Dani Max Scherpnaars en ik ga mijn top 10 lijst aan jullie doorgeven. Nummer 10, Ant-Man. Waarom? Omdat hij zo klein als een mier kan worden en nog steeds mensen pijn kan doen. Nummer 9, Groot. Waarom? Omdat hij ook zo klein is en omdat hij groot kan worden. En ook omdat hij gekke dansbarsjes en goede muzieksmaak heeft. Nummer 8, Rocket Raccoon. Rocket Raccoon heb ik gekozen omdat hij gewoon heel vaak gestrest is. Net zoals mijn vader een beetje. Nummer 7, The Incredible Hulk. De Incredible Hulk en ik matchen een beetje wegens omdat hij ook vaak boos is. Ik ben vaak boos. Matching. Nummer 6, Iron Man. Iron Man heb ik gekozen omdat hij heel veel verschillende pakken heeft. Nummer 5, Captain America. Captain America heb ik gekozen omdat ik anders niemand op nummer 5 had. En ik vind hem daar wel een beetje passen. Nummer 4, Spider-Man. Spider-Man heb ik gekozen omdat ik hem gewoon al heel lang leuk vind. Ik spaarde strips van hem. Hij is gewoon een van mijn gewilde liefdes van Spider-Man version. Nummer 3, Miles Morales. Miles Morales staat op nummer 3 omdat hij gewoon echt een goede kledingstijl heeft. De Jordans, de jas, perfect. Nummer 2, Howard the Duck. Heb ik geen uitleg bij, sorry. Nummer 1, The Amazing Spider-Man. Mijn gewilde liefde van vroeger, al sinds kleins af aan. En doei, en ik wens jullie allemaal een fijne jaarwisseling. Hallo luisteraars van Comic Talk NL. Dit is mijn top 10 meest favoriete Star Wars personages. Op nummer 10, de Snowtrooper. Op nummer 9, Max Rebo. Op nummer 8, Ahsoka. Op nummer 7, Chewbacca. Op nummer 6, Darth Vader. Op nummer 5, Mandalorian. Op nummer 4, C-3PO. Op nummer 3, R2-D2. Op nummer 2, Ewok. Op nummer 1, Baby Yoda. Dit was mijn top 10. Ik wens jullie nog een heel fijn en gelukkig nieuwjaar. Doei! Hallo Comic Talk NL luisteraars. Hier Martin Scherbenhuizen, de man die comics koopt maar niet leest. Ik ga een top 10 doen van mijn favoriete variant covers. In willekeurige volgorde. Ik omschrijf ze niet echt, maar als je ze wil zien, zoek ze graag zelf op. Begin bij begin. Amazing Spider-Man, volume 6, nummertje 13C. Daryl Mandrick, Beyond Variant. De volgende is Amazing Spider-Man, volume 6, nummertje 19F. Giada Perez Noto, Disney 100, Fantastic Four, homage cover. Geweldig. Scar issue 2R. Erika Henderson, Black and White 1/7 variant. Een mooie cover van Scar in zwart-wit. Hello East, nummertje 1B. Alex Ross, Timeless Green Goblin, Virgin variant cover. Iedereen noemt het de Virgin variant. Ik vind het gewoon een mooie cover. Er zijn veel Spider-Mans, dus hou je vast. Mary Jane en Black Cat, issue 4B. Ook een Alex Ross, Timeless variant cover van Black Cat. Miles Morales, Spider-Man volume 2, issue 2B. Stephanie Hans, classic homage cover. Spider-Man die uit de graf klimt. Geweldig. De volgende, Sins of Sinister, volume 1, 1B, Stanley Artem Lau cover. Alles van Stanley Artem Lau is geweldig. Ultimate Invasion, volume 1, 1F, John Tyler Christopher, Negative Space variant. En de volgende is Venom, volume 5, issue 18A, Scotty Young variant, voor alle Scotty Young liefhebbers. De laatste is Poison Ivy, volume 1, issue 7B, Joshua Middleton variant. En deze heb ik eigenlijk gedaan omdat mijn vrouw me het mooist vindt. Ik wens jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar. En tot kijks. Doei! Hey, striplezer Jeroen hier. Ik vind het altijd super moeilijk om toplijstjes te maken. Ik kan ook niet kiezen. Maak ik een top 5 of maak ik een top 10? Doe ik alleen strips of graphic novels of doe ik er ook comics in?
Ik ben dan gaan het kouwen op een top 10. Die ga ik later nog op Instagram en YouTube laten zien. Maar voor nu heb ik een mooie top 5 gemaakt. Speciaal voor de luisteraars van Comic Talk. Hier gaan we. Op nummer 5. De Kuil van Erik Kriek. Prachtige graphic novel. Op nummer 4. Quentin over Tarantino. Prachtige uitgebreide graphic novel over de carrière van Quentin Tarantino. Door de Franse stripmaker Amezian. Op nummer 3. Het nieuwe soda verhaal. De bloeddorstige dominee. Door Bruno Gesotti en Olivier Bocquet. Dit is een hele gave stripreeks. Je kan gewoon bij dit deeltje instappen. En ik weet zeker dat je daarna de rest van de serie gaat kopen. Zoals ik dat ook heb gedaan. En dan zijn we nu bij deel 2. En dat is natuurlijk Het Beest, deel 2 van Frank P. en Zidrou. Waanzinnig gave graphic novel over de Marsupilami. Het eerste deel verscheen 3 jaar geleden. Dit tweede deel sluit het verhaal mooi af. Prachtig verteld, prachtig getekend, dikke aanrader. En dan nu de nummer 1. Het zal geen geheim zijn en ik ben een beetje bang dat Jeroen T. dezelfde nummer 1 heeft, want voor mij is dat namelijk Lucas Wars. Ik was daar zo ontzettend enthousiast over. Waanzinnig, gaaf boek, goed verteld, goed getekend, helemaal passend in de sfeer rondom Star Wars en George Lucas. Het beste boek van 2023, Lucas Wars. Uitgegeven door Standaard Uitgeverij. Dit was de top 5 van Striplezer. Alvast een fijne jaarwisseling en tot volgend jaar. Doei! Dit was een flinke bevalling. Weet je, ik ben een voordeel... Dit was een flinke bevalling. Ik ben een voorstander van een korte podcast van een uur. Ja. Ik denk dat wij hier 2 uur aan tikken. Ook met dank aan de inzendingen natuurlijk. Ja. Maar ja, je wilt toch een beetje je lijstje verklaren in plaats van opdreunen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dus ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Ga je niet aan wennen, want dit gaan we niet. Dit wordt geen vaste tijdstip waar we het aan hebben. Comic Talk NL werd mede mogelijk gemaakt door CIA Comics Import Amsterdam. En als het goed is, vind je daar al onze lijsten in de schappen en dozen terug. Zo niet, trek even aan iemand zijn mouw. Jeroen, Charles, Ray. En dan bestellen ze het voor je. Muzikale omlijsting was zoals gewoonlijk weer door Jouk Fris. Dankjewel, Jouk. En nu echt, we hebben het al een klein uurtje geleden gezegd. Maar ik namens mee daar. Ray. Nathan. En Jeroen 2. De beste wensen. Doe voorzichtig met vuurwerk. En tot 2024. Yes. Doei doei. Oi.